អីចឹងអញតាមអញឡា Welkom allemaal bij de eerste aflevering van Eindbazen. Um, in deze podcast gaan wij jullie kennis laten maken met mensen die iets bijzonders hebben gedaan op het gebied van sport, wetenschap, uh, maatschappelijk belang of ondernemerschap. Uh, vandaag hebben we in de studio zitten Martijn de Jong. En, um, voor mij is dat een hele mooie opener, omdat uh, Martijn de Jong naast um, mijn Brazilian jiu Jitsu-leraar ook uh, een uh, goede vriend van me is. En ik ben super blij dat hij hier vandaag het uh, spits wil komen afbijten. Um, samen met mij in de podcast hier zit uh, Wigget Meerman. Wigget is ook uh, Brazilien Jitsuka. En um, ja, gezamenlijk gaan we vandaag proberen om jullie uh, kennis te laten maken met uh, Martijn de Jong. Uh, Martijn, nou allereerst welkom. Leuk dat je er bent. Ja, ik ben uh, heel erg blij dat ik hier mag zijn. Super. Um, ja, jij bent um, voor mensen die um, de vechtsport niet zo goed kennen, sta jij momenteel bekend als de persoon, um, ook wel als creator of champions. Je hebt een aantal mensen onder je hoede gehad en die hebben het in de vechtsport best wel ver gebracht. Ja, ja, ja. ja, dat kan je wel zeggen. Klopt, ja. denk ik wel. Ja, maar wat een boel mensen niet weten, is dat je zelf natuurlijk... Of nou ja, de mensen die fan van de sport zijn wel. Maar wat misschien de meeste mensen niet weten, is dat je zelf ook wedstrijdvechten altijd bent geweest. Ja, ja. En dat je zelf ook best wel een verleden hebt in nou ja, allerlei vormen van vechtsporten. Ja. Um, kun je daar eens iets over vertellen? Nou, eigenlijk op mijn dertiende ben ik begonnen met vechtsport. En uh, als allereerste was dat Jiu-Jitsu. Uh, en uh, dat was zo eigenlijk omdat ik, uh, ja ik was al een beetje geïnspireerd door de, door de, door de films op dat moment, die uh, toen de tijd heel erg populair waren. En dat films? Kom het standaard verhaal, uh, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme en uh, de nodige ninja films die dan uh, toen de tijd voorbij Wat kwamen. Wat was je favoriete film toen? Uh, Weet je de Kickboxers. Ja, ja wel, heb uh, ik ook veel ja. te veel gezien. Ja. ja. Video, ja. veel teruggespoeld. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, dat, was echt een, uh, dat was echt natuurlijk een hype op dat moment. Hmm. En uh, daarnaast was het zo dat. Um, eigenlijk ben ik zo begonnen. Ik, heb een, um, ik was een keertje in het zwembad met een aantal vriendjes. Hmm. En in één keer ja, dan ben je een beetje aan het dollen en aan het spelen en in het water aan het duiken. Totdat de jongen zei: van Hey, uh, weet je wat, jongens? Proberen jullie eens een keer mij met z'n drieën aan te vallen? Ik zei, Wat bedoel je nou met z'n drieën aan te vallen? Ja, probeer maar, maar eens te, te pakken te krijgen, op de grond te gooien. Of, uh, nou, probeer gewoon eens een keertje wat. Nou ja, we keken elkaar aan en ik nou goed okay. wat moet hij nou, jongen? Ja, dus uh, nou, dan gingen we natuurlijk de een naar de ander en floep, en foets, en wam, en bang, en dan lagen we met z'n drieën allemaal op de grond en probeerde het weer. En hup, werden we weer gegooid. Ik zei, hoe kan het nou, jongen? Hoe kan het nou dat jij met je eentje ons drieën aan kan eigenlijk? Hij zegt, nou, ik doe jiu-jitsu. Ik zeg, ja, meen je niet? -jitsu. Wat is jiu-jitsu nou weer? Goed, en uh, toen zei hij, van nou, weet je wat, anders moet je een keertje meekomen. En Zo is het eigenlijk goed. Toen ben ik. Uh, Jujitsu gaan doen. Uh, het leuke daarvan was natuurlijk uh, traditionele jiu-jitsu heb ik het dan over. Het leuke daarvan natuurlijk is dat je gelijk een hele brede basis hebt, waarbij je uh, natuurlijk uh, trappen en stoten, waarbij, da waarbij dat aan bod komt, het werpen en het grondvechten, mm -hmm. uh, dan wel op een hele traditionele manier. Nou, mm -hmm. ja, goed. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen, een aantal jaren gedaan, tweede dan gehaald uiteindelijk, lang verhaal kort. Uh, en toen kwam ik in aanraking met Karate, Kyokushin Karate, via mm -hmm. mijn uh, ik noem het altijd mijn oompje, Drachman is dat. Uh, eigenlijk kent hij mij sinds mijn geboorte. Hij is een hele goede vriend van mijn, uh, van mijn oom, dan zeg maar. Hij kwam mm. altijd bij onze familie over de, over de vloer. Dus uh, hij zei een keer: Nou kom een keertje mee met kraten. En daar ook mee verder gegaan. Allemaal heel erg interessant. Ook zwarte band gehad. En toen kwam ik eigenlijk. Uh, toen wilde ik wat meer. Want. Uh, ik was ook een beetje geïnspireerd door John Blooming, die eigenlijk ook een beetje de grondlegger in Nederland is van het Kyokushin karate, om het mm -hmm. zo maar te zeggen, of zijn mm -hmm. eigen stijl Kyokushin Budokai, waarbij hij natuurlijk zijn judo-ervaring combineerde met het, uh, met het karate, het harde karate. En hij zei altijd van, oké, okay, nou, nou kan je allemaal wel die trappen en zo, maar kan je ook echt vechten? <laughs> Dat was eigenlijk altijd de afspraak, ja, nou een leuke techniek, maar kan je ook echt vechten? En, en eigenlijk dacht ik van ja. We, we, die man heeft eigenlijk wel gelijk. Je moet allround kunnen zijn. Want als mm. je nou een bokser bent en iemand pak je vast... en leg je op de grond neer, ja, en dan? Mm. Of als je nou een judoka bent en iemand slaat je keihard op je neus... Wat, 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 uh, ja, wat moet je daar nou mee doen, zeg maar? ja, Iedereen heeft een plan tot hij geraakt wordt, ja. natuurlijk. En, um, <laughs> of vastgepakt wordt. Ja, en, uh, ja. ja, yes. ja dus, dus, en dat was eigenlijk een beetje van... Uh, nou goed, dat, dat, dat bleef al eigenlijk een beetje bij mij doorspelen. En uh, ik, ik wilde eigenlijk meer de competitiekant uh, op. Uh, kraat heb ik dan een aantal wedstrijden ook gedaan... En uh, toen kwam ik hier iemand bij me en die zei van... ...hé, hey, er zijn ook jiu-jitsu wedstrijden. Uh, Semicontact dan wel, maar... Uh, mm -hmm. ...waarbij je dus mag trappen, stoten, werpen en grondvechten. Want voor de mensen die het niet weten... ...Kikushinkai is full contact karate. Wat betekent ja. dat je... Vol op het gelaat mogen stoten of trappen? Nee. Uh, Kiu heb je twee verschillende vormen. Je hebt daar het semi-contact in en je mm -hmm. hebt daar het full contact in. Het semi-contact mag je op het gezicht slaan, alleen wel uh, beheerst. Dus je moet terugtrekken. Toucheren. Toucheren. Uh. Toucheren. Ja, ja. Nou, ik heb de nodige bloedneuzen. Uh, Getoucheerd. Uh, ja, ja. <laughs> heb ik gezien. Mag je ook op het hoofd trappen? Uh, geen low kicks, uh, wel op het lichaam trappen en stoten. Mm. En dan heb je de full contact vijf, waarbij je dus niet op het hoofd mag slaan, maar wel op het lichaam mag stoten en op het hoofd mag trappen en knieën. Mm. Uh, en ook lokelijk zijn toegestaan. Zonder kniebeschermers, zonder scheenbeschermers. Ja, ja, dat is vrij pittig uh, voor. Ja, ja. ja, ja. uh, een van de weinige zwarte banden, vind ik, die samen met BJJ nog echt een waarde heeft, weet je al? als je een heel commercieel systeem zet, maar ja. gewoon een Kierkushien, dan weet je ook al dat het gewoon de taille gozer wordt. Het uh, <laughs> staat eigenlijk <houd>. gewoon. Het is ook super. Uh, het, ik vind het echt een, uh, het is een contactsport die gewoon waar je letterlijk nog een halve meter op elkaar staat, te beuken, te hakken mm. en te knieën. En, uh, ik heb ook eens die wedstrijden gezien van ja. uh, Gerard Cordeau die dan nog een keertje zijn, uh, zijn de EK's organiseerde. dat gewoon letterlijk mensen even langs de kant gingen, een bitje eruit pakte, twee tanden eruit vloekte, bitje weer in en weer teruggingen. Ja, eh, Tan ja. guys. Budo spirit. Ja dat, ja. Echte, ja, dat zijn echte, dat zijn mannen onder de, onder de vechtsporters. Ik heb toevallig nou ook een hele goede jongen uit het Kyokushin. Dat is wel leuk dat het weer aantrekt. Ja. Uh, Martin Prachnio, is een Poolse jongen, twee keer Poolse kampioen Kyokushin, tweede van Europa ook, full contact. De beste 16 van de wereld. En je merkt gelijk dat die oh. spirit ja Dat uh, als je op dat niveau opereert in het kiel dan mm. weet je al van nou uh, heb je wel uh, een paar tikken voor je hoofd. Ja, ja waarschijnlijk <laughs> ja, en uh, dan kan je ze ook wel nemen, dus uh, ja, dan kan je er wel mee omgaan en dan merk je ook gelijk in die hele spirit. Dat ja. hele ja, Helder. never give up. Maar daar kwam jij dus in aanraking met ja. En toen uh, dus eigenlijk ben ik een beetje die competitie voor me gegaan. Toen hoorde ik dat er wedstrijden waren en uh, nou ja, goed, ik deed vrij goed in het karate uh, in, in het toen de tijd en het judo dat ging me ook redelijk af hoorde ik dat er nationale trainingen waren. In uh, nieuwe Gein was dat volgens mij ook. Had je de bonds, uh, uh, waar die bondstrainingen van de Jiu-Jitsu. En daar kwam ik eigenlijk Remco Perdu tegen. Die uh, was al een aantal keer een Nederlands kampioen, Europees kampioen volgens mij ook. En uh, die was een van de eerste die al aan de kooi gevechten, de enge kooi gevechten in, enge, in Amerika ja, had ja, meegedaan precies. in de UFC. Gruwelijk allemaal. Ja. Mm. En, uh, Ondanks dat ik natuurlijk nog niet zo ontwikkeld was. Ik was toen nog jong. Ik denk, ik schat dat ik een jaartje of 19, 20 was. Uh, zag hij wel aan mij dat ik een voor, mijn, uh, gevo voor zijn gevoel wel een aardige fighting spirit had. Mm -hmm. Dus hij zei van, nou, wow, je doet het hartstikke leuk hier. En uh, je bent, komt hier nou voor de eerste keer. Maar ja, ik wist ook niet wie wie was. Dus ik mm -hmm. ging gewoon... Uh, je ging met iedereen op de Ging vuist. gewoon, Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, dus ik, ja. Dat, uh, en toen zei hij van, nou, waarom kom je niet een keertje trainen in Os? Want nou, wat zo zorgde ervoor? Van, want er is vast ergens een momentje geweest dat jij daar op die groepstrainingen, tegenover iemand stond... en dan een paar spectaculaire dingen... of um, ja. je kreeg slaag en je had zoiets van... nee, echt niet, ik ga niet achteruit. Wat was het wat? Um, ik, ik, ik zag al dat, dat daar bij, het, uh, bij, uh, bij de bondstraining... werd heel erg de nadruk gelegd op het judo. Heel veel mensen kwamen uit het judo. Dus het werptechnieken waren echt heel goed... en uh, echt ontwikkeld. Uh, voor mij liep dat een beetje achter. Alleen ik had weer een voorsprong op het staande, in het staande gevecht. Omdat mm. ik natuurlijk... Uh, ja, op, uh, ik ben een keertje tweede van Europa geworden... met, 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 met karaat en een keertje Nederlands kampioen. Dus ik, ik kon er al... Uh, ik kon het staande wel redelijk uit de voeten en ja. dat konden de meeste anderen weer niet. En uh, ja, uh, op de grond ook. Uh, deden wij, waren wij een beetje allemaal gelijkwaardig. Maar ja. ik blonk dan weer uit in het staan en zij weer blonken dan weer. Ja, want de grond was op dat moment nog relatief nieuw en ontgonnen ja. terrein. Ja, ja, ja. en uh, nee, misschien dat Remco mijn fighting spirit zag. Misschien dat dat het is geweest. En daarom vroeg hij of ik een keertje kwam trainen bij hem in OS. En uh, zo heb ik dat een aantal jaren gedaan. Dat is eigenlijk de bakermat geweest voor een hele hoop uh, huidige vechtsporters van vandaag. Ja. Waar het eerste groepje... Ja. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe, ik dat, uh, hoe dat toen ging, zeg maar. Want uh, het echt de eerste generatie die uh, Remco, uh, die ik natuurlijk goed ken omdat hij uh, mijn trainer is... Mm -hmm. Uh, Remco die had verloren van Royce Gracie in Amerika. En daar dacht van nou, de Braziliaanse YouTube is misschien nog helemaal niet zo slecht om daar zo van mee te doen. <laughs> <laughs> en um, uh, dat gewoon zelf eens gaan proberen, onder andere met jullie, weet je wel, met seminars ja. over te halen. En uh, weet je, ik heb, ik heb veel seminars gehad vroeger, waar, uh, waar de technieken van vandaag, dat het, het is zo hard gegaan en mm. het zo anders zijn. Dus ik kan me niet eens voorstellen, want ik ben uh, toen ik een jaar of dertien was, ben ik bij Remco gekomen. Misschien net daarvoor, maar. Uh, volgens mij was jij nog, nog een lichting daarvoor. Zeg maar. ja, ja, dus, ja. Hoe, hoe waren die eerste trainingen? Hoe ging dat? Wat, wat, een, het groepje waarmee je was? En... Ja, toen de tijd... Uh, er uh, was natuurlijk Remco Padoel dan maar Choi Peters zat er toen. Uh, Roy van der Wal, uh, nu een, uh, een, uh, een uh, gerespecteerde advocaat. Maar ook nog steeds een, een trainer. Die, uh, die, had, die had toen een hele sterke judo-achtergrond. Zat bij mij op school, uh, op de, uh, op de, uh, op de uh, HBO uh, in, in Enschede. De HO en Enschede. En uh, die heb ik toen een keertje gevraagd of die mee wilde gaan ook naar, naar Os. We kennen elkaar van, van school, zeg maar. We raakten aan de praat. Zeg nou ja, goed. Uh, mm -hmm. Hij was al echt. Uh, hij deed hartstikke goed in judo. Waarom kom je niet keer mee? Dus hij was daar ook een van de eerste. Had je Max Leideker, Het kwam uit het Kyokushinkai. Uiteindelijk zijn eigen sportschool ook opgezet. Vidal uh, Seredia. Een Spaanse jongen ook uit Os. Uh, ook uh, een van de eerste die het Free Fight toen de tijd, zo heette dat toen nog, in Nederland beoefende. Ja. En uh, ja, zo had je een aantal jongens, Rinaldo liep daar in de rondte, je had toen Maurice Roemwimper die uh, ook uh, een, 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 een Jiu-Jitsu jongen die ook met de nationale, volgens mij zat hij het nationale team ook van, van Jiu-Jitsu toen de tijd, en hij was een van de eerste die toen Shuto in, in Japan ging vechten, uh -huh. uh, vanuit uh, Remco's contacten, en uh, ja, dat waren, die, die werden dan allemaal bij elkaar gestopt en uh, ja, die gingen dan knokken met elkaar. Ja, want uh, eigenlijk uh, kan je het gewoon zien als een, als een stelletje jonge honden die ja. allemaal maar ook wat probeerden op de grond. En ja. gewoon, uh, uh, ze wilden natuurlijk allemaal baasjes zijn en ze ja. dus allemaal winnen. Ja, want ja, het kwam allemaal dus vanuit het judo, jiu-jitsu, karate, taekwondo, kickboksen. Alles brachten we bij elkaar en we deelden de, de kennis die we al hadden. Ja. Uh, Remco die, die natuurlijk om zich heen aan het kijken was. Die ook al vanaf jongs af aan natuurlijk met die sport bezig was. Uh, doorgegeven vanuit zijn vader. Ja, ik bedoel, zijn vader was, uh, uh, is nu een paar jaar geleden overleden, maar wel echt gewoon iemand die uh, de hoogste uh, dan taekwondo uh, voor ja. een, uh, voor, uh, die een Europeaan volgens mij ooit gehaald heeft. Ja, klopt. Maar hoe ging dat uh, tijdens die lessen dan? Want voor mensen die het niet weten, Braziliaanse jiu-jitsu kenmerkt zich met name door het grondgevecht heel ja. goed te beheersen. Uh, was dat voor jullie direct evident van, oh, maar wacht eens even, dit is een hele nieuwe wereld en dit gaat het spel echt veranderen, ja. toen je daar voor de eerste keer mee in aanraking kwam? Um, voor mij wel in eerste instantie. Want ik kwam daar binnen en ik dacht dat ik al hartstikke goed was. En ik, had, uh, ik was al Nederlands kampioen een keer geweest met karate. En ik, uh, met, met die, uh, die trainingen daar met het, met het Bondsteam. Het, dat ging ook al vrij goed. En op de grond nou, kon ik me redelijk redden. Totdat ik daar uh, mee ging doen, moest ik in één keer afkloppen voor jongens met oranje band en een groene band, terwijl ik zwarte bandjutsu al was en mm -hmm. Want ook. bij het normale jutsu doe je ook een stuk grondgevecht. Maar ja, daar heb je ook ja. een stuk grondgevecht, maar dat is nog niet zo uitontwikkeld. En uh, voornamelijk uh, snelle technieken, mm -hmm. uh, vanuit de warp in één keer een techniek inzetten. En, mm -hmm. en niet echt uh, het grondgevecht zoals dat we het nu kennen. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar schrok ik eigenlijk wel van en uh, daar irriteerde ik me eigenlijk ook wel aan. En uh, als ik me aan irriteer, dan wil ik daar beter in worden, want dat, uh, anders kan ik er niet mee leven. Mm -hmm. En toen ben ik me daarop gaan concentreren, natuurlijk. Ook uh, een inhaalslag gemaakt en uh, al snel uh, begreep ik, omdat uh, het is eigenlijk een vrij makkelijk systeem. En Remco die, 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 die legde het heel duidelijk uit: van het is een heel simpel systeem op de grond. En op het moment dat je, als je deze stappen volgt, dan. Krijg je in één keer een hele snelle, hele snelle groei kan je maken? Met en die stappen zijn nog steeds geldig? Nou ja, met andere woorden, oké, okay, heel, heel plat gezegd: je hebt een, een aanvallende basispositie op de grond, dat is dan de mountpositie. En je hebt een verdedigende basispositie op de grond, dat is een guardpositie. Dus, mm -hmm. Als je bovenop komt, probeer je naar de mount te gaan. Als je onderop komt, probeer je naar de guard terug te gaan. En dat was eigenlijk een beetje de basis. Ja. En dat is natuurlijk nog steeds wel. Uh, wat dat betreft is ja. er weinig veranderd. Je hebt heel veel tussenposities en heel veel verschillende technieken, verschillende submissions. Maar uiteindelijk komt het daarop, uh, komt het daarop neer. Ja, basis. Noem ze dat. Basis. Terug ja. met de basis. <laughs> ja, ja, ja. Eerst het fundament uitzetten, dan pas voor de submissions werken. Ja, precies. ik weet het nog. Ja. Ja. Leuk. Uh, maar vanuit, uh, de, zeg maar, toen had je die Braziliaanse Jiu-Jitsu ervaring, daar kwam je mee in aanraking. Mm -hmm. uh, en vervolgens ben je daar ook mee aan de slag gegaan, natuurlijk, in wedstrijdvormen. Ja, ja, wedstrijd vormen. ja. ja. Uh, eerst natuurlijk de Braziliaanse Jutse wedstrijden, de grappling-wedstrijden. En later uh, vroeg Remco een keer: van nou jongens, uh, er is een uh, mogelijkheid om in Japan uh, een wedstrijd te doen. En dat noemen ze daar Tudo. Oké. Okay. Yeah. Ja. Oké, okay, ja. nu zou je het googlen. Ja, ja. ja. ja oké, okay, nou ja, dat is leuk. Eh, Japan. Go kon je, Japan... je Spaans? Wist je wat dat betekende? Ja. het betekent dat alles mag? Ja, <so ja, ja. 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 Alles mag. Ja. Ja, okay. okay. Anything, pan Anything goes. Anything ja. goes. En dus ja, dat was natuurlijk wel hartstikke leuk. Alleen mijn ouders, ja, die vonden het natuurlijk niet zo leuk. En ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou verkopen thuis? Als ik ga zeggen dat, daar, ik heb natuurlijk een beetje onderzoek gedaan. Als ik ga vertellen dat daar uh, dat alles mag, dan uh, ja, wordt een moeilijk verhaal, denk ik. Maar, dit was wel... Japan, maar ik wil heel graag naar Japan toe, eigenlijk, want daar is natuurlijk waar het ja. allemaal begonnen is. Ja. Ja. ja, ik vind en, dat toch grappig, bijvoorbeeld, uh, uh, om er even op in te haken: dat Remco die vertelde mij dat ook toen voor de eerste UFC toen hij zich opgaf, dat hij dat gewoon letterlijk uit een boekje wat hij in een vechtsportblad zag, dat ja. hij zich daar heeft opgegeven. Ja, zo, waar geef je jezelf voor op om zelf met 16 man in een kooi te staan waar die kooi op slot gaat en je mag gaan doen laten, wat ja, je wil weet je. ja. ja, ja. Ja, ja, de eerste UFC's die waren ook echt brut. Ja. In de zin van regel. Maar goed, zo, dat had, dan dat dan had je op. al in je achterhoofd. Ik bedoel, want die tijd ja. was al voorbij ja. toen. Ja, want dat was eigenlijk vlak, vlak daarna. Uh, 1996 of zo. 1996, ja. Toen, uh, toen gingen ging we die kant op. Wie uh, is we? Uh, dat was toen uh, Roy van der Wal. Uh, die vocht toen. Max Leijdekker vocht toen. Vidal vocht toen. Uh, hadden we Patrick Dappes vocht toen. En uh, Jerry... Uh, even zijn achternaam even kwijt en ik zeg de gek dus met z'n zes <laughs> waren we ja zes Nederlanders tegen zes Japanners en dat was dan uh, Nederland tegen Japan en, uh... <laughs> klinkt bijna als best of the best man <laughs> ja ja ja, 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 ja. Weet je dat ook? de koele koede comité, de koede ja, de comité, 100 man comité. Ja, en dan we hadden uh, via een, een Japanse meneer in Nederland, uh, Mr. Bunko Endo, die had dan uh, is een fotograaf toch, die is die die fotograaf voor... ja, en yeah. die had het contact geregeld oh. en dan kregen we foto's van die mannen te zien in een Japans blad en daar moest je het mee doen. Nu ga je op internet kijken, als wedstrijden, yeah. uh, YouTube filmpjes, ja, YouTube filmpjes en dat was natuurlijk toen helemaal niet. Uh, ja, toen uh, zagen we een foto in een Japans blad en daar moest je het mee doen. En uh, ja. ja, wat kan die man dan? Ja, alles zal die wel komen. Waren er op dat moment al uh, Free Fight of MMA evenementen in Nederland of had ja, je ja. alleen nog de kickbox gala's? Ik had toen twee, uh, twee uh, uh, partijen gedaan, voordat ik naar Japan ging. Mm. De eerste partij was toen met open hand en dan ropescapes en dat was dan in een ring van 4 bij 4. Dus als die jongen in het midden ging liggen en die deed zo, dan raakte hij <laughs> beide <bij> de touwen aan alle kanten. Een al soort Kyokushin uh, de... wedstrijd dan? Ja, al, dus ja, ja, uh, ja, dus uh, nou, die had ik, de eerste twee die had ik gewonnen. Um, en toen ging ik naar Japan uh, samen met de hele groep. En uh, ja. dat was natuurlijk wel een hele ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik weet nog dat mijn moeder tegen me zei: van... Ik vond het zo raar. Hè? Toen die wedstrijd, of de, op de dag van de wedstrijd, kwamen allemaal van die jongens aan de deur. En die gingen allemaal aanbellen en die vroegen van. Is Martijn al geweest? Ah. <laughs> heeft, heeft hij al gebeld? Hij zei, heeft dit nou. Hoezo? Uh, ja. wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want ik had tegen mijn ouders gezegd dat ik een jujitsu-wedstrijd ging doen. In, ja, in een de hele de, belangrijke jujitsu-wedstrijd. Ja, ja, nou, en een mag je ook trappen stoten. En we hebben ja, de grond vechten, dus Heb je er ook nog jujitsu bij gebruikt in je partij? Want hoe is het gegaan? Uh, ik moest toen tegen mijn uh, uiteindelijk hele goede vriend geworden, meneer uh, Taro Bata. En. Uh, ja, we begonnen staande. Ik probeerde hem een, een, een paar trappen en een paar stoten te geven. En hij shootte mij gelijk. Mm -hmm. Ik kantelde hem gelijk door. Uh, ik zat in de mount. Schrok ik eigenlijk wel van. Ik denk, hé, hey, ik zit in de mount. Holy shit. Het <laughs> yeah. ging al vrij snel. En uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht... Uh, en toen kantelde hij mij weer. En toen probeerde hij mij te stoten vanuit, uh, vanuit mijn kaart. En toen uh, legde ik hem gelijk in de en Het was al vrij snel. Had ik uh, gewoon de eerste ronde, 2,5 minuten of zoiets ja. eigenlijk. is gewoon echt met je bezonje, zo. Was ja. dat een beetje een. Uh, want ik, heb, ik ken hetzelfde verhaal van, uh, van Remco. En die beschreef het echt een beetje als een. Uh als ja, een soort shockwave die ze daar even teweeg hadden gebracht, want de Nederlanders ja. die in één keer met 6-1 of zo hadden jullie uh, uh, was het beslist uiteindelijk, of in ieder geval uh, het was in ieder geval niet zo gegaan als we ze daar hadden gedacht dat het zou gaan. Ja, nee, nee, we hadden volgens mij was het uh, drie 3 geworden als ik het goed heb. Oké. Okay. Want Roy van der Wal had op knock koud gewonnen. Jerry die won ook uh, de modder van uh, KO schaarse streep TKO. en ik won dan op een armklem. Die okay. anderen die hadden verloren. Ja. en, en het, het, wat het leuke was in die wedstrijd. Uh, niemand kent Patrick, Tenminste, weinig mensen in Nederland kennen Patrick Dappers. Mm -hmm. En uh, Patrick Dappers was op dat moment een vrij onbekende Kau Uno. Oh. oh joh. En Kau Uno die had van tevoren gezegd: ik ga deze wedstrijd in. Als ik deze wedstrijd win, ga ik door. Als ik deze wedstrijd verlies, dan stop ik ermee. Nee. Huh. Maar daar ja, deze wedstrijd, nou, die, die bewuste wedstrijd, Patrick Dappers had hem vol in de guillotine choke. vol, vol, vol en hield hem echt strak vast. En het was gewoon echt kantje boord of uh, Uno zou nog oud gaan of mm -hmm. Of uh, ja, hij zou moeten kloppen. Uh, maar die kwam er uiteindelijk uit en legde Patrick Dappers in de verwerking. Die klopte af. Maar. Uh je, ik zei het net al, niemand kent Patrick Dappers, want die is na die wedstrijd gestopt. Dus het was ja. een crossroad voor beide personen. Ja. Ja, ja. Dus uh, wie er ook zou winnen, ja, weet je ja, wel? Ja, die ja, zou ja, misschien ja. wel doorgaan. K.O. Die, die heeft wel een uh, behoorlijke uh, ja, UFC gevochten, is kampioen ja, geweest, et cetera, et cetera. Echt een, uh, dat is gewoon een, uh, een legende van de sport geworden uiteindelijk. Ja, mooi. Ja. Uh, ik vind het wel mooi, echt de Japanse vechters. Dus ik laatst, laatst nog een keer een interview met uh, Ensen Inui. Ja, ja. Gewoon een warmachine, uh, eerste klas. En dat hij ook gewoon... Uh, heel zijn levenswijze, dat hij gewoon... Uh, ja. uh, voor een partij, dat hij letterlijk afscheidsbrieven schreef... Ja. Naar zijn familie. Uh, alsof hij er niet meer levend uit zou komen. Ja, dat is zijn, inderdaad zijn uitspraak. Of zijn levenswijze. En ja. uh, dat is wel heel dedicated als je zo, uh, zo de ring in gaat. Ja. Dat is ja, dus een thuis zes brieven klaar voor de rest van de familie en. Uh... <laughs> ja, hij is een. Uh, ik heb bij hem getraind ook. Ik ben ondertussen 70 keer in Japan geweest. Uh, ik heb heel veel getraind daar uh, ook bij alle shooters. 70, keer, 70 keer maar. Ja, ja. ja. Jij zult een ermaan hebben, hebben. Uh, ja. <laughs> Hou je zo van sushi? <laughs> <laughs> ja, 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 Ondertussen wel. Het begin helemaal niet. Nou, uh, je hebt het leren eten. Ik heb het leren eten ja, inderdaad. Ja. Maar uh, Anthony in inderdaad, het is een hele is een aparte apart figuur. Echt dedicated, wat je al zei. De echte, de echte fighting spirit, de ouderwetse samurai-stijl, zeg maar. Ja. En uh, ik weet nog een keer dat hij toen tegen Heat Herring vocht in, uh, in Pride. Was Heat Herring zijn eerste partij volgens mij, of zijn zou tweede? Dat zou kunnen, ja. Volgens mij is het eerste of tweede, klopt. Ja. Ik, ik weet het niet precies meer. Maar in ieder geval, ik weet dat Heat Herring die had Enson uh, uh, gegooid, lag bovenop, had hem in, in, in een armklem Kimura. Tikte niet af. En. Uh, hij klopte niet af, dus die herring die keek ze naar hem en denk van... Wat gebeurt er nou? Waarom klop je niet af? En, en uh, Anson die keek hem aan heel rustig. Hij zegt, go ahead brother, do what you gotta do. Nou. Dus die dus die, die denkt, ja, wat moet ik nou doen? Nou, dan moet ik ze arm maar breken en hij buigt hem verder en, en en ze klopt nog steeds niet af. Hij het heeft hij maar losgelaten, heeft hij een paar knieën gegeven en toen kwam de scheidsrechter ertussen. Ja. Nou, hij klopt er gewoon niet af, hij gaat er Jezus. gewoon niet doen. Ah. Niet. Nou, ik kan me nog herinneren dat hij zei uh, voor het gevecht tegen Igo Fofchanzyn, wat Fofchanzyn uh, was gewoon uh, de, ja. de stand standaard bull van Pride en Pride was de organisatie ja. waar het vroeger allemaal gebeurde in Japan, nog echt, mm. uh, ja. waar Maar eigenlijk uh, gewoon vechter tegen vechter werd gezet, ongeacht het gewicht of de stijl ja. werden gewoon mooie matchups zaten. Nu kan dat niet meer omdat te veel ja, men wilde echt een sport van maken, maar daar mocht het ook nog wel eens een keer een show zijn. Ja. En voor Chanson was deze, kom uit de Oekraïne volgens mij, echt een stand-up machine. Die, ja. Gewoon, ja, die had ook een bepaalde manier van stoten. Uh, ook wel een, wel een kickbox achtergrond, maar het was echt gewoon een machine, een knock-out machine. En uh, die right. zei ook in het dat, in dat interview, hij zegt, voor mij was de uitdaging om gewoon toe-toe-toe uh, staand met hem te gaan. En gewoon... Swinging for it. <laughs> en dat heeft hij ook al gedaan en geweten ook, denk ik. Want, ja, uh, ja. Uh, maar goed, dat was zijn overwinning. Hij zegt: Ik heb die partij niet verloren. Dus voor ja. mij heb ik het echt gewonnen. Ja, hij heeft het ook niet opgegeven. Hij heeft oh, wel verloren, maar ja, niet opgegeven. Maar daar heeft hij wel echt een. Uh, uh, die pakken sla. De ja, die Japanners die wilden ze nog wel eens een keertje redden door, een, uh, door niet in te grijpen. Ja. Maar die heeft daar wel echt een flink pak slagen gehad. Dat, ja, <laughs> dat ja. was ook fysiek niet meer helemaal gezond. Ja. Nee, in, was ook zo'n partij tussen hem en Frank Shamrock toen de tijd. Die uh, nu was ook een echt een, een, een heftige partij. Dat was dat was. Ja, ja. ja. ja radehuis. Uh, terug naar die, uh, als je kijkt naar die, die, uh, die pride tijd. Want het doet me ook wel een beetje denken. Je hebt eigenlijk aan het begin van de uh, uh, Nederlandse bakermat gestaan met, uh, met Free Fighters. Dus op een gegeven moment, uh, ik denk de tweede impuls die er kwam uh, in Nederland was Golden Glory. Ja. En uh, ik, heb, uh, ik trainde toen wel heel actief bij Remco. En uh, ik waarde we daar wel echt een soort van nieuwe energie. Want iedereen gewoon uh, fucking hyped omdat dit ging gebeuren. Het werd ja. eindelijk een keer gestructureerd, georganiseerd. En ja. uh, er zat wat geld achter. Uh, alle beste jongens bij elkaar verzameld ja. en die in het team gezet. En ik ja. denk dat dat op dat niveau ook niet meer is gebeurd hierna in Nederland. Nee, nee. Uh, hoe heb je dat ervaren? Heel die begin daarvan? Heel het begin van Golden Glory. Ja, het was natuurlijk, uh, inderdaad, was het, het was het begin. Ik was zelf nog actief als wedstrijdvechter. Okay. En um... Ik werd daar toen door gevraagd. Uh, uh, er uh, waren zes mensen die, dat, uh, die aan de bakenmat stonden, zes vechters uh, heb ik het dan over. Dat, was, uh, dat waren Fanat en Alistair overheen. Dat was uh, Sam schild mm -hmm. heat herring Gilbert Eifel, wat eigenlijk een beetje mee begonnen is. Ja. Uh, en ik, zeg maar. Uh, dat waren de eerste zes en die kwamen bij elkaar en die gingen met elkaar trainen in één keer. En, uh, ja, uh, die gingen informatie uitwisselen, werd op een heel hoog niveau en, en, en professioneel niveau werd er gehandeld. Management zat goed in elkaar, contacten met de grootste organisaties, ook niet bang om een, uh, om een nulletje meer of minder te vragen. Eigenlijk ja. een nulletje meer te vragen. Ja, tuurlijk. Uh, ja, dus uh, ja, uh, dat was in één keer heel, heel apart, dat was heel nieuw. Uh, ook zeg maar een uh, pioniersbedrijf in Europa, als we dan kijken naar de vechtsport. En, uh, ja. Dan hebben we het over, uh, in eerste instantie was het MMA, maar later kwamen er natuurlijk veel meer mensen bij, zoals Ilonka kwam erbij, er kwamen, ja, uh, ja Khalid Arab kwam erbij, Stefan Leko, Fatih Fatih kwam erbij, uh, Murat Junkayev. Um, ja. ja, er kwam een hele, hele groep bij, maar ook kickboxers uh, later. En uh, ja, dat, dat werd in één keer een, een kickbox- en, en een mixed martial arts uh, uh, talentpool, ja. met uh, goede managers daarop. Ik denk voor degene die, uh, die geen weten hebben over Golden Glory, dan uh, raad ik je aan om een keer, uh, We zullen in ieder geval bij ons op de website zetten, maar er is toen een highlight-filmpje gemaakt ja. met, uh, ja. van Lim Biscuit. En de Golden Glory, ja. highlight. En damn, dat is toch wel een van de vetste. Als ik dat nummer man. hoor, nog krijg ik nog kipvel, omdat die beelden er weer bij mijn hoofd ja. zitten. Alle vechts werden daarin voorgesteld toen ik zat toen in de ja. zaal, zeg maar. Ja. Het was in, waar waren we toen? Rotterdam, ja, Ahoy, denk ik. Ahoy, ja, ja. Het het ja. voor de eerste keer op de schermen. Het werd ook een paar keer getoond dat filmpje. En ja. Ik dacht zo, holy shit, dit... ja, 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 kan me goed herinneren awesome. dat het gewoon het werd inderdaad gewoon professioneel aangepakt. Ik bedoel, er werden in één keer sportscholen werden bezocht. Er werden emblemen opgeplakt. Eh, van de ja. houten borden, Golden Glory gyms en er ja. werd echt een, een groepsgevoel werd, er ge werd er ja. gekweekt. Ja. Ja. En ik denk dat er ook wat een hele sterke factor daarin was, dat op een gegeven moment ook dat er eigenlijk een managementorganisatie was, die ook zelf de gala's organiseerde om hun eigen vechters te bouwen en te creëren. De trainers eromheen. Ja. En ik denk uh, uh, ja, voor degenen die uh, uh, toen al aanwezig waren of zich een beetje focust op de, op de huidige MMA's zien. Dat het uh, Tour to Handel gala in Rotterdam. Tour de Simpel, Simply the best toen. Yeah. Simply the best. Ja. Ja. Dat is echt een dik gala. Met, uh, ja. uh, met echt Ro Brazilianen, Russen, de beste Nederlanders. Roman en, uh, Dekkers. Roman Dekkers wacht er ook, ja. 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 ja, ja. ja. En als de host wacht toen nog Gilbert Eifel, de Valentijn. Ja, iedereen van uh, die... die Zeg maar op dat moment uh, iets voorstelde, vooral in Nederland, maar dan ook uh, gewoon internationale goede tegenstanders. Ja, want ik kan me herinneren dat jij daar een Braziliaanse neus uh, de andere kant op uh, ja, ja, <laughs> ja, Ja, ja. <laughs> kan je beschrijven ja. hoe die partij ging? Want het is echt wel een dikke partij om te zien. En toevallig hebben wij gisteren nog even doorgekeken hè, op, de, op, uh, op internet. Tegen Ja, dat was een Braziliaanse jongen. Uh, eerste keer had ik uh, de allereerste keer dat ik op toe had te to vocht dat was toen tegen Pelé. Uh, op dat moment was dat mijn zesde partij, en zijn dertigste of vijfendertigste partij was nummer één op de wereld. Ja, en ik uh, kwam daar eigenlijk kijken. Mm -hmm. uh, Rodney van Veer is eerder tegen hem gestaan en uh, Rodney Glunder ondertussen. Maar die had, uh, die had die wedstrijd verloren en ze uh, nou, dus waren op zoek naar een andere uh, een jongen die tegen hem kon vechten. Dus ik werd gevraagd. Ik zeg, nou, uh, wil jij niet uh, op in een vechten? Ik zeg, ja, ik wil heel graag in een hooi vechten. Mm -hmm. Tegen okay. wie? Tegen wie? Ja, tegen PLA. Ah. Ah. Zeg, heb je niemand anders? Nou, nou, ik ga eens even kijken. zei uh, Appie echt al toen de tijd die de matchmaking deed. Hmm. Dus uh, ik hoorde twee, drie dagen niks. Ik denk, nou, ik appies wel. Ik zeg, Appie, en, uh, heb je nog iemand kunnen vinden? Nee, nee. Het wordt of pelen uh, ja, of je gaat niet vechten, nou. hoor. Ah, nou, uiteindelijk heb ik gedaan. Um, er was eigenlijk afgesproken van tevoren: uh, of submission, of knockout, of uh, draw. Mm -hmm. uh, een ronde van tien minuten. Die, die vochten we toen uit. Dus het was eigenlijk een draw. Werd ook omgeroepen door. Uh, yeah. door. Uh, Helaas onlangs overleden Dennis de Preten, die was toen ring announcer. Mm. Ja, Ziet van een paar weken terug inderdaad. Ja. ja, 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 ja. Verschrikkelijk. En uh, uiteindelijk, uh, toen ging de manager van hem, Frederic Lapenda toen de tijd, de, de manager van PL die ging toen een heleboel stand maken bij de jury. En uh, ja. omdat PL natuurlijk een hele gevestigde naam was, de, stond nummer één gerankt. En uh, uiteindelijk heb ik die partij dan, zei ze van, oh, oh, nee, uh, de partij, uh, de, de uitslag wordt veranderd, uh, Pele gewonnen op punten. Dus ja. uh, mm. nou, toen kwam dus het tweede evenement. Toen had de Handle, Simply the Best. Werd gelijk nog professioneler aangepakt. Uh, uh, de beste mensen erachter. Goed georganiseerd. Uh, volgens mij binnen een paar weken uitverkocht. Ja. Helemaal vol. Uh, een goede band. De beste vechters. Uh, alles diep op rolletjes. En dat was echt wel een, een, ja. een echte, het eerste echte professionele evenement in Nederland. Um, ik heb daar uh, toen gevochten tegen Tulio Palares, Dat was een Braziliaan. Ze waren toen aan het kijken. Uh, uh, de matchmakers uh, volgens mij was dat een API, Ron Nickvist, uh, Mark de Weert een heel groepje mensen bij elkaar die waren toen aan het kijken of ik nog tegen Ton Diego Poeder kon vechten dat wilde ik natuurlijk heel graag ja. Dus ja, Renzo dat, Gracie die naam heb ik Renzo bij Gracie gekomen. ja die, die weet ik heb ze ook nog gevraagd ja. Renzo had ik trouwens, uh, hadden we trouwens ontmoet uh, de eerste keer dat we in Japan waren samen met Remco ja. waar we het net over gehad hebben hm. En uh, ja, nou goed... Uh, was dat ook heb... het moment waar jullie uh, Tijgertje in Disneyland ja, uitgetjookt ja. hebben? Ja. <laughs> ja. Ja. Jullie ja. hebben ja. wat gedaan? Tijgertje in Disneyland? Nee, oh, dan we zijn er nodig kinderen getraumatiseerd. <laughs> ja, ja. in de gelegd en een, een, een polsklem tegelijkertijd. Lachen. Ja. Ja, ja, dat was die tijd. Uh, polsklem <laughs> ook nog. Uh, ja. <laughs> Renzo Cresci, ja goed, uh, uh, dat werd voorgesteld. Je wilde ik eigenlijk... Ik heb heel veel respect, uh, toen de tijd had ik al heel veel respect voor, uh, voor Renzo. Nu nog steeds, hij is een goede vriend van me geworden ondertussen, maar... Uh, ja, als iemand vraagt of je tegen de beste van de wereld kan vechten, dan, dan doe je dat uiteraard. Mm -hmm, uh, ja. is, toen niet, uh, is toen niet doorgegaan, helaas. Dat had ik wel begrepen, denk ik. Ja, Carlos Newton werd toen, werd toen nog opgezet, Wilde ik ook tegen, ook niet doorgaan. En toen kwamen ze uiteindelijk met Tulio Pelares, een uh, redelijk onbekende Braziliaan toen de tijd. Mm -hmm. En uh, ja, maar bleek wel een goede vechter te zijn. Ja, dat ja, was een thai Rakken. ja. ja, ja. Dus uh, daarna speelde nog wat anders. Ik uh, herinner me nog dat ik naar de ring toe liep. En uh, toen de tijd was dat nog niet zoals dat het nu is. Uh, iedereen aan het roken, zelfs mensen die aan het blowen waren ja. rondom de ring. Dus ik kwam binnen, ik zeg, oh, ik krijg bijna geen adem meer. Ik zeg, water jongens, water. Nou, we begonnen met het gevecht. En uh, hij was goed, hij was sterk, gooide mij makkelijk. En uh, ik wist in het begin eigenlijk niet helemaal wat ik ermee aan moest. Totdat ik ook nog eens een keer, uh, totdat ik hem bijna in de beenklem had. Uh, hij counterde die kwam bovenop in de mount eigenlijk. En kattegat ermee, verwerging vanaf de mount. En uh, ja. waar, waarop ik bijna oud ging eigenlijk. En je moest even aan de bak doen. Ja, ja dat ik, was eigenlijk. Ik weet nog dat ik, uh, dat ik onderop lag. En uh, nadat ik die beenklem had geprobeerd. en hij kwam bovenop en hij legde me in die verwerging. En mm -hmm. ik herinner me nog dat, ik, uh, dat het steeds zwarter werd voor mijn ogen. Het luikje ging rustig aan zo'n ja. beetje dicht. En ik hoorde mensen schreeuwen. Oh. 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 Dat ging een beetje zo in slow motion. Dus ik dacht, toen dacht ik bij mezelf, nee, ik ga echt niet verliezen in Nederland... voor mijn eigen publiek, in- en uitverkocht, ahoy, nou ja, dat gaat niet gebeuren. Dus toen heb ik eigenlijk op een soort van... Uh ja is die oerkracht in me zei ik heb instinct, ja. nou, niet dat het allemaal zo technisch was maar ik kwam in ieder geval ik kon hem kantelen ik kwam los en toen uh, dat mocht toen er waren de waarde regels dan heb ik hem gelijk maar een keertje in zijn gezicht getrapt inderdaad. Ja. Wel, <laughs> zo eventjes zal uh, ja, dus ah, hem we leren het was <laughs> ja. even een van de weinige keren in Nederland dat dat nog mocht want ja. er waren is die stomme ringsregels waarin eigenlijk een kickboxer gewoon uh, verkapt iedere keer een ja. touwtje maar vastpakken ja. en dan mochten ze weer staan ja. ropescapes uh, en hier waren zelfs nog uh, volgens mij was dit een een toernooi maar net aan de onderkant van ja. de touw waren, ja ik hoorde er niet uit klopt ja dus, uh, en toen probeerde hij op te staan, toen kreeg hij even, uh, ja, ja, kreeg er nog eentje voor onderweg. Even een shootbox een uh, voetstomp uh, eroverheen. Uh, of ja. trap, voetbaltrap ja. was het. Ja, want inmiddels zijn de regels wel aangeschreven. Ja, sokkenkick ja. was het gewoon eigenlijk. Ja. 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 En later stond met name Pride ook bekend omdat je het daar wel mocht doen, waar je het in andere organisaties niet mocht. Maar ja. in Nederland heeft het inderdaad ook een, een poosje wel gemogen. Nou, ja. Ja. was een tof verhaal. Ik denk op een gegeven moment, uh, want volgens mij had iedereen van Golden Glory toen gewonnen. En ik ja. denk dat ook, ja. uh, je kunt het toeval noemen of niet, maar ik denk wel dat het super heeft bijgedragen aan uh, de vibe waarmee een uh, Golden Glory gewoon uh, uh, daarna verder ging. Ik denk dat Heat op dat moment, uh, uh, Heat Herring, uh, Amerikaan uit Texas dat hij onwijs aan het, uh, aan het pieken was, want hij heeft in pride ja. iedereen afgeslacht en ik denk dat uh, Heath Herring een van de eerste echte, ja volledig nieuwe generatie MMA-vechters was, weet ja. je, een goede worstelaar, goed stoten, Cormiermaar ja. heeft er een flinke stand-up monster van gemaakt. Klopt, ja, ja, en hij heeft dat goed kunnen combineren inderdaad toen het uit. Ja. En uh, toen heeft hij uiteindelijk in een uh, pride, uh, waar is het toen fout gaan? Bijvoorbeeld mij bij Fedor, hè? tegen Fedor? Liet Fedor, het tegen, ja. Uh, ja, ja, ja. Toen kwam Fedor eraan en toen uh, was het een, keer een eenzijdig spelletje in plaats. Ja, 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 ja. single-sided beating uh. weer. Wel mooi inderdaad. Ja, hey, en hoe, uh, want Golden Glory is er nou nog veel meer geworden. En uh, je bent naast, uh, naast vechter, ben je op een gegeven moment ook uh, organisator uh, ge geworden. Ja. Uh, ik ken je ook als ondernemer daarvoor nog. Ja. Uh, kan je wat vertellen hoe dat uh, Golden Glory zich na die eerste periode heeft ontwikkeld en wat jouw rol erin is geweest? Ja, ik ben dus eigenlijk eerst begonnen actief als wedstrijdvechter. Dat, uh, dat was het begin. Uh, tegelijkertijd was ik ook een van de weinigen in Nederland die uh, dit totale MMA spelletje redelijk begreep. Dus daardoor kwamen ook de, de vechters die toen de tijd de, de MMA vechters binnen Golden Glory kwamen ook bij mij trainen. En dan heb ik het over een Alistair, Valentijn en mm -hmm. uh, Gilbert en, uh, ja. en al die mannen. Joop Kasteel zelfs is in die tijd nog veel geweest. En, uh, die in één keer begon te winnen op armklemmen. <laughs> ja, 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 dat ja, was kan het wel. Ja. Ja, ja. Dus uh, ja die mannen die kwamen toen bij mij. Dus tegelijkertijd... Uh, Terwijl ik wedstrijdvechter was, werd ik ook eigenlijk al een beetje in het trainersvak uh, ja, bekwaam. En dat was gewoon puur noodzaak, omdat er gewoon geen, niet genoeg mensen in Nederland waren waar ik, uh, ja, waar ik zelf kon trainen. Dus ik heb uh, dan maar voor gekozen om mensen op te gaan leiden. Ook uh, om dan te zorgen voor mijn eigen spanningpartners, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, nou, dat is dan zo'n beetje doorgegaan. Dus ze ging van, uh, van, uh, van uh, wedstrijdvechter tot trainer en uiteindelijk tot, uh, tot manager ook van, van uh, vechters. waaronder andere Marsloes Koenen. Ze mm -hmm. is een leerling van mij natuurlijk ook uh, vanaf het allerbegin begin. Uh, ondertussen ook uh, een keer remix kampioen in Japan geworden. Waarbij, uh, waarbij ze op één avond uh, drie keer moest vechten ja. tegen alle meisjes van alle gewichten. Dus, uh, ja, dat was vroeger in carrière hè? Was ja, een... het was een negentien jaar ja. Ja. En uh, de hoofdprijs was een 100.000 dollar. Uh, zij... ik, kan, ik kan me zelfs nog herinneren dat ik bij Remco in de auto zat en uh, dat jij toen belde dat je net terug uit Japan was met, uh, met uh, Marloes die had gewonnen, het Remix Nooi. Ja. En dat jullie toen het filmpje waren aan het opnemen in Breda, op die fotoshoot uh, die in Breda, okay, in de ja. En ja. uh, dat ze ook nog net, net uh, de bijnaam de specialist hadden bedacht. Uh, voor ja, ja, Remco, ja. Noemde, Remco noemde ze de Grizzly. Echt zo. Ja, ja. Ja, ja, in één ja. keer waren de bijnamen voor ja, iedereen Hoppa ah, ja, dus, hoorde ja, er ja. ook bij. Ja, ja. Ja, maar is dus uh, uiteindelijk ook nog Strikeforce twee keer wereldkampioen geweest. Uh, op dit moment is getekend bij Bellator, Dus uh, dat is een van de weinigen ook. Uh, en dan haal ik uh, Peter aan, die ook al zo lang in de top meedraait. Weet je, wel? Marloes, ja. die, uh, draait ondertussen ook al 14, 15 jaar in de, in de top steeds mee. Ja. En uh, nu is ze even getekend bij Bellator en gaat uh, een nieuwe fase, wellicht de laatste fase van haar carrière in. Ja, en ik denk een hele mooie carrière, want het vrouwen-MMA heeft een ja. spurt genomen. Ja, absoluut. En, uh, ja, dus ja, is zeggen, zelfs ook nog leuker naar te van. kijken tegenwoordig. Dus, ja, ja. ja, zeker weten. Ja. Het, uh, okay. Maar in ieder geval, vanaf toen ben ik dus eigenlijk uh, trainen, uh, uh, vechten, trainen, uh, manager. En toen in 2006, toen, uh, toen hebben we samen met Golden Glory gekeken van oké, okay, uh, nou hebben we eigenlijk Golden Glory gyms, we hebben Golden Glory vechters, we hebben Golden Glory managers. Uh, misschien is het ook wel goed om een evenemententak erbij te, uh, te halen, zodat stel nou dat vechters bijvoorbeeld normaal gesproken in K1 moeten vechten of in, of in, uh, in Pride, maar ze hebben even geen wedstrijden. Dat is toch wel makkelijk als je een evenement zelf daarnaast hebt, waarbij ze wedstrijdritme kunnen be blijven behouden. Ja, uh -huh. En um, dat was eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Daarnaast heb je natuurlijk ook gelijk een stuk leverage. Uh, van oké, okay, nou ja, wil je hem niet voor die prijs op je evenement hebben? Nou, dan laten we hem gewoon zelf vechten en dan bouwen we zelf ons eigen evenement. Dus, ja. maar dat was eigenlijk meer een soort van management tool naar andere organisaties toen. Nou, dat, dat is een beetje uit de klauwen. Uh, gegroeid, uiteindelijk. Dus vanaf 2006 kleine evenementen in, uh, in Ede, zelfs nog eentje in Diepenveen, eentje een aantal in Amersfoort. Ja, leuk uh, Toen dat, vanaf Ja, en toen uh, voor het uh, tienjarige bestaan uh, zijn we samen met uh, Bert van der Rijt gaan werken, die uh, momenteel nog steeds bij Glory zit. Het evenement heette toen is Ultimate Glory, ja. later is dat uh, omgedoopt naar uh, alleen Glory. En, en we gebruikten uh, met name de shooto regels toch al ja we gebruikten altijd de shooto regels daarin want dat is ook een hoofdstuk uit je leven geweest dat is natuurlijk. ook nog een hoofdstuk ja, ja, ja. We erbij gedaan ja, ja dus um, ja dat, uh, dat hebben we toen uitgebouwd de Glory World Series um, 150.000 dollar voor, uh, voor uh, in, in, het, in het toernooi kickboxen zowel kickboxen heavyweight wat Saki toen de tijd heeft gewonnen als MMA wat uh, CR uh, Boudesallet toen de tijd heeft gewonnen er waren drie evenementen we uh, begonnen met acht mensen en eentje bleef er over. Alleen één wedstrijd per evenement. Mm -hmm. En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Toen kwam uh, de huidige, het huidige Glory Management, de huidige Glory Groep. Die kwam toen om de hoek kijken en zeiden van... ...hé, hey, nou, wij wilden de K1 kopen. Alleen uh, daar is iets misgegaan. Uh, wij dachten dat we de deal zouden krijgen. Uiteindelijk is dat overgegaan naar een een of andere Mister Kim uit de Korea. Ja. Dus eigenlijk voelden wij ons een beetje gepiepeld. Uh, wij gaan gewoon alle vechters die uh, bij de K1 zaten, gaan wij onder contract zetten. Gaan wij betalen wat, ze, wat K1 eigenlijk had moeten doen. Ja. Uh, er waren heel veel schulden ondertussen ontstaan. En uh, we, 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 nemen jullie, we willen graag jullie bedrijf overnemen. Nou, dat is toen het gebeurd. En nou is het eigenlijk uitgegroeid tot de grootste. Kickbox organisatie ter wereld. Ja, ja dat is eigenlijk vanuit daar helemaal door. Uh... Wat was jouw? Uh, want je hebt verschillende. Uh, ik heb je verschillende keren zien uh, wisselen van rol. Ja. Uh, ben ik talent scout. Uh, je bent volgens mij ook nog een keertje uh, president uh, geweest. Ja, ja, vice president. Ja, ik, uh, bij Glory ben ik uh, natuurlijk eerst was ik uh, samen met Bed uh, van der uh, Hielden heel ons bezig met de dagse. Uh, uh, Daagse beslommeringen. Van, uh, en dan heb ik het over uh, posters plakken, stoelen neerzetten, uh, sponsors regelen. Ja, heel erg televisie, uh, televisie deals maken. We hebben zelfs nog een aantal keren in, uh, live in. in, in uh, hoe noem je dat nou? In uh, bioscopen uitgezonden. Uh, ook heel groot succes trouwens. Met IWorks uh, maar nog destijds? Uh, nee, met. Uh, Jij ja, was het met IWorks nee, nee. Volgens mij, ja, ik heb nog wat reclamedingen voor je gedaan toen. Okay, tijd. En toen hadden we contact met mensen ja. van IWorks voor. Klopt, shoot over ja, glory. Ja, klopt ja. Ja, ja oké, okay, ja, ja. En uh, nou ja, goed, met die, uh, dat hebben we toen de tijd nog gedaan. We hebben televisiedeals gedaan, sponsor, grote sponsordeals. En uh, uiteindelijk ben ik toen, is het bedrijf is dus verkocht. Ja. En toen uh, werd ik een vice-president van de tak uh, uh, Fighters uh, of Talent Relations, weet je wel. Dat is alles wat met vechters te maken had. Later, uh, wat nog wel een vak apart is. Ja, ja. later meer uh, talent scouting en... en wat Strategisch advies, et cetera, et cetera. Ja, maar heeft zo'n overname veel, uh, veel verandering voor jou twee gebracht? Want op een gegeven moment werd het overgenomen door een Amerikaanse uh, club. Ja. En uh, voelde je, zeg maar, want de Golden Gloria, het hele, alles wat met Glory uh, te maken had of geschreven was, daar uh, nou had jou feitelijk wat mee te maken. Ja. Hoe heeft die overname, hoe heb jij dat beleefd? Is dat een positieve zin geweest? Op een gegeven moment is er ook weer een beetje afstand genomen. Ja. Uh, in het begin was dat heel positief, zeg ik. En, uh, heel, ja, dat was natuurlijk in één keer een verademing. Mensen die kwamen met verstand en met, uh, met een heleboel geld. Die kwamen mm -hmm. om de hoek kijken. We konden naar een professionele niveau tillen. De producties werden beter. Uh, grotere vechters konden we aan, uh, aannemen. Uh, het was natuurlijk allemaal heel. Uh, het ging in één keer de hele goede kant op. En elk werelddeel, uh, elk land bijna mm -hmm. hebben we evenementen georganiseerd. Van Japan mm -hmm. tot aan Europa, tot aan Amerika toe. En uiteindelijk kwamen er inderdaad, het is dezelfde groep gebleven, maar er zijn wat Amerikaanse mensen aan boord gekomen. Ook omdat ze daar het evenement wilden gaan bouwen. Omdat ja, mensen denken toch heel vaak: Amerika, daar gebeurt het allemaal. Daar zitten de sponsors, daar ja, zitten ja. de televisiegelden. En um, ja, en daardoor hebben de, de, de Amerikanen wat meer power, zeg ik dan, gekregen. Of meer bemoeienis gekregen. En met de ja. Europese tak een beetje wat minder. Uh, Aandacht aan besteed. Maar dat heb je als je een overname gaat doen. Er was ja. ook van tevoren afgesproken: oké, okay, ja. uh, we nemen het bedrijf over en uh, wij willen daar twee jaar als consultant uh, nog uh, aan blijven en ja. advies geven en helpen om de boel op te bouwen. En dat is uh, ja. ook op die manier gebeurd. Denk je ook dat het terecht is dat die verschuiving naar Amerika plaatsvindt? Uh, ik denk dat het heel moeilijk is, eerlijk gezegd. Ik sta niet helemaal per se achter die uh, strategie. Ja. Uh, dat is ook uiteindelijk gebleken. Uh, goede deal gemaakt met Spike TV. Goede wedstrijden, uh, maar daarentegen weinig publiek, mm -hmm. uh, inkomsten bleven uit, pay-per-view is eigenlijk heel slecht gegaan. Had het ermee te maken dat je gewoon in de achtertuin van de UFC zat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat die, die markt is nog niet ontwikkeld. Uh, wij voor in, het kickboksen bedoel uh, je? Ja, voor het kickboksen. Ja. Wij in, in Nederland zaten natuurlijk, met de, bijvoorbeeld met het Showtime, zaten we helemaal vol in de, in de Arena. Uh, we zaten met Glory in de, in de Passenger Terminal. Het zat helemaal vol met tafels. Het was alleen een puur VIP-evenement, maar uh, een ja. record aantal tafels verkocht. Uh, in Europa, voor de rest, in Italië werden zalen uitverkocht. Uh, ja. Als Petrocean daar moest vechten. In Zweden gebeurde dat ook. Uh, Europa is echt een kickboxland. Ja. Daar, daar leeft dat ook echt. In Amerika is puur boksen of het is UFC. En kickbox ja. is maar een beetje raar. Uh, Oké, okay, MMA is in een kooi, UFC is in de kooi. Mm -hmm. Bellator is in de kooi. Um, boksen is in de ring. Dit is dan, lijkt een beetje op allebei. Alleen ja. het is wel in de ring. En het is anders. Ja, ja dat is, nou? is niet erg bekend. En daarnaast zijn er ook nog een keer heel weinig Amerikaanse sterren. En dat heb je toch nodig. Want ja. op het moment dat we in Nederland gaan kijken naar een, uh, nou, iemand uit. Uh, uit Rusland die tegen iemand uit, uh, uit Singapore vecht. Mm -hmm. Ja, verkoopt geen kaart. Verkoopt geen kaarten. Nee, we willen graag onze eigen nationale. Ja, zien, natuurlijk. De, de PTA's wil je zien, de PTAatsen, de de NS De de. Ja, daarom uh, hadden de Japanners ook zo'n hekel aan ons waarschijnlijk. Uh, ja. destijds met elkaar de Ja, natuurlijk. Want ja. Dat, dat heeft natuurlijk dat onze eigen succes, ons Nederlandse succes, is eigenlijk ook onze ondergang geweest in Japan. Ja. Ja. Mm -hmm. Als je kijkt naar, uh, 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 want ik heb zelf ook MMA georganiseerd en. Uh, Jij ook. En ik heb je gezien van de, van de kleinere uh, shoot waar uh, 300 man op afkwamen. Maar ook ja. uh, de passenger-turmels, waar gewoon alles erop en eraan. En waar gewoon de hele beleving meer centraal stond, natuurlijk ook het vechten. Ja. Ik heb het altijd uit dus moeilijk ervaren om uh, op een gegeven moment van een. Uh, het was echt een amateurgala waarmee ik begon. Het was goed georganiseerd. Dat was de basis. Daar kwamen mensen ook voor terug. Vechters kwamen het over terug. Mm, Want ja. ik, ik ben uiteindelijk gestart uit onvrede. Uh, voor mijn eigen teamgenoten, die af en toe gewoon uh, vijf uur zaten te wachten voordat ze een keer mogen vechten. Ja. Twee keer opwarmen, uh, geen, uh, geen gaasjes die er waren, dat is onzin. En ik vond het al heel wat als men gewoon zei, beginnen om zeven uur, dat het gewoon stipt, om zeven ja. uur de lamp uitging en dat het ja, begon. Ja, dat was wel weet een weet dingetje. Je. En dat is echt zo'n ding in Nederlandse galas. Ik weet nog dat ik een keertje met Remco eens heen ging. Ja, we gaan nog niet rijden hoor, we, gaan, uh, we komen twee uur later wel. Ja. En inderdaad, je kon gewoon wachten, weet je wel. Ja. Um, maar ik vond het wel uiterst moeilijk om uh, op een gegeven moment uh, uh, de overschakeling te maken van meerdere amateurpartijen. Jongens gingen groeien, uh, je moet daarin meegroeien. Die jongens moesten op een gegeven moment prof gaan vechten. Er kwamen profgaatjes bij. En ik weet dat ik binnen één jaar ben ik van uh, alleen maar amateurpartijen... naar elf uh, profpartijen gegaan. En ik merkte dat je uh, als organisator onwijs afhankelijk bent... Ja. dan in één keer van inkomsten. Het ja. zijn VIP-tafels, sponsoren. Oh. Uh, maar ook van de profvechters die in één keer kunnen afhaken. Uh, ik heb een keer een evenement moeten afzeggen. afzeggen. En als organisator ga je dan gewoon, ga, ga je gewoon hard de mist in... met de dingen die uh, gereserveerd moeten worden... en uh, vooraf betaald moeten worden. En ik heb het altijd... Heel erg moeilijk gevonden om voor mezelf te bedenken. Uh, zonder aan allerlei rare sponsoren te komen. Want daar wilde ik juist een beetje van weg blijven. Omdat het merendeel door, door, door seksshops of door uh, coffeeshops gesponsord werd. Uh, ook om uh, een goede band met de gemeente te houden. Uh, daar was ik toen, toen al mee bezig. En dat zou nu helemaal een hot item geweest zijn. Mm -hmm. uh, maar ik vond het altijd uit moeilijk om die volgende stap te maken: van oké, okay, je bent nu, zeg maar een semi-prof pro-gala, En uh, hoe krijg je zoiets nou in één keer naar de Passenger Terminal? Ja. Wat, wat is jouw idee over uh, you know, de, 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 het commercieel maken van zulke gala's, waarom het wel of niet is gelukt in Nederland en wat de huidige politiek daarmee te maken heeft? Um, ja, kijk, uh, het eerste evenement wat we in de Passenger Terminal deden, dat ging eigenlijk heel erg goed. Ook hele goede vechten staan, we tien jaar bestaan voor Golden Glory. Dus het was ook echt iets. Ja, Gold Glory, een hele grote naam. Mm. Uh, beste vechters uit Europa eigenlijk, die daar, dan, die daar dan stonden. Daar hadden we het over en Ellison stond daar, Sam Schiltz stond daar, Nicky Holsker, Roy van Roosmalen, alle toppen stonden daar toen de tijd. Dat trok natuurlijk mensen aan. Alleen, die mensen hebben natuurlijk ook hele, hele hoge gages. Ja. Nou, hoe, ga uh, hoe ga je dat opvangen? Nou, dan moet je gewoon een heel goed bestand hebben van uh, mensen die Vip-taal zullen kopen. Ja. Dat, 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 daar, daar hebben we echt best wel heel veel aandacht aan besteed. En dat heeft vaak gewoon met de fanbase van een vechter te maken? Juist, toch? juist. Uh, daarnaast is het zo van, kijk mensen zeggen wel van ja, uh, ja ik kan tegenwoordig alleen maar vechten op een evenement als ik kaarten verkoop. Uh, dat is ook eigenlijk niet helemaal terecht, want het zou anders moeten zijn. Het zou moeten zijn van oké, okay, ik ben de beste, dus daarom vecht ik op een evenement tegen ja. uh, de, degene die nummer twee is. Maar ja, het is toch gewoon uh, tegenwoordig heel erg moeilijk om je, ja, dat, dat weet je dus zelf ook, om je, om je budget rond te krijgen. En ja. uh, om daar uh, om, om bijvoorbeeld, ja, je kan wel met hele, mensen, hele goede mensen steeds laten vechten, maar als er niemand naar komt kijken, ja, dan houdt het ook snel op natuurlijk. Nou, ik merk altijd dat uh, op de plek waar je het organiseert, dat de lokale favoriet meer mensen trekt dan ja. de, de superpro uit Amsterdam, ja. die uh, naar Brabant ja. moest komen en vijf vrienden moest meenemen. Ja. Dat was vaak altijd te veel moeite, weet je. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een heel, heel, uh, echt een issue. Nou ja, wij hebben daar heel veel aandacht aan besteed. We hebben ook um, hele goede uh, bartendeals hebben kunnen sluiten. Uh, ter behoefte van promotie. We hebben ons heel, echt ons best gedaan om daar grote sponsoren aan te hangen. Vultaed poker was toen de tijd een, ja. een, een grote, grote sponsor. Um, televisie gelden probeerden we zoveel mogelijk binnen te halen. Ook niet makkelijk. Want je moet je eerst bewijzen voordat een, uh, een, een grote televisie überhaupt met je in zee wil gaan en daarnaast ook nog eens een keer ervoor wil betalen. Dus uh, dat was best wel een uitdaging, inderdaad. Ja. En dat is in het begin ook een investering geweest. Alleen, we hadden dat wel vrij beperkt. En wat je nu ziet bij andere, met andere evenementen, kloren op dit moment bijvoorbeeld. Ja. Het, is geen, uh, ja, het is geen geheim meer, maar die hebben best wel wat, uh, wat euro's of dollars in het hele verhaal uh, hebben ze erin zitten. En dan praat ik over miljoen, tientallen miljoenen ja. uh, dollars die daar uh, nou in zijn geïnvesteerd. En um, dus het is niet zo dat je van de ene op de andere moment dat je, je evenement in één keer rendabel krijgt. Alleen wij probeerden altijd wel naar een minimaal ja. uh, break-even situatie toe te werken. Ja, ik denk dat veel mensen ook wel onderschatten wat het, uh, wat het voor impact had. Ik bedoel, als je een, uh, een kou alhooi uh, wilde vullen met licht ja. en geluid, was je gewoon 20.000 euro kwijt. Nou ja, veel meer wel. Ja. En ja. Uh, in de beginfase. En dan weet je natuurlijk, ja, dat is dan misschien nog de basis. En later ja. werd het helemaal een, een grote ja. dierentuin van de mooiste shows en dingen. En dan kost ja. het nog meer. Ja. Ja. Als je alleen gewoon naar uh, puur licht kijkt, dan, uh, dan, dan zit je alleen al aan een, ja, een 30.000, 40 40.000 euro. En dan moet er nog geluid bij. En dan, dan gaat het alsnog. Is de 60.000, 70, 80 70.000, 80.000 euro. Ja. Ja, en dan is het eigenlijk wel. Eigenlijk is het dan nog wel bizar dat op een hele hoop uh, ook nog profgalas, dat er toch ook nog een hoop uh, A en b vechters zijn. Die gewoon nog uh, wel voor 500 euro de kans nemen. Om een neus de andere kant op te laten slaan. En dan toch nog gewoon vechten daar. Weet je? Ja. Want zo is het ook nog steeds. Ja. Ik bedoel, uh, en ja. dan, je weet zelf, uh, uh, jouw jongens die trainen twee keer per dag. Uh, ja, om de, die stap om daar te komen, weet je, je moet gewoon ja. veel opgeven. Je bent twee keer per dag aan het trainen, ja. je is in trainingskampen van zes weken. Je bent gewoon iedere dag zoor en je hebt pijn. Ja. En, en dan ja. op die laatste avond, dan moet het gaan gebeuren. En uh, ja, je ja. hoeft het niet voor het geld te doen, weet nee, je. Nog nee. niet. Nee, precies. En dat, dat, is, dat zeg je heel goed. Kijk, uh, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld voetbal, ja, dan, is, dan kijk je meer in de breedte. Dan uh, ja. wil ik niet zeggen dat gelijk iedereen net zoveel verdient als... Uh, als, uh, ja, als robber bijvoorbeeld. Nee, maar die onderlaag. Daar heb je een on dan heb je natuurlijk de, de toppers, dan heb je de subtoppers, en daar heb je ook nog een stuk uh, onder. En die kunnen allemaal wel redelijk Rondkant, rondkomen. Ja. En bij vechtsport is dat toch heel erg, an heel erg anders. Daar zitten ja. de, dan doe je het vaak uit hobby. Uh, en voornamelijk uit passie. En als dat jouw passie is en je wilt de beste ter wereld worden, nou, dan heb je daar alles voor over en dan moet je soms maar op een houtje buiten. Ja. Uh, met uh, uh, hopend uh, dat je uiteindelijk een keer die kans krijgt om in het buitenland, wat in Nederland. Uh, liggen die gaasjes gewoon niet hoog? Daar kan je, daar, nee. daar, daar, daar kan je niet op binnenlopen. Mm. Dan hoop je dat je een keer bij de UFC, dan wel Bellator, dan wel 1FC. of mm -hmm. waar dan ook, toen de tijd Pride. Of, dat je daar een kans kan krijgen en dat je daardoor je. Ja, je moet echt heftig investeren in termen van partijen draaien in ja. Nederland. om daar een shot te krijgen voor een doorbraak. Ja, ja, ja. snap ik. Ja. Maar heeft dat ook niet te maken. en dat zat een beetje. Ja, alle vechtsporters vinden het nooit een heel erg leuk onderwerp. Maar. Wigget had het over goede sponsoren weten te vinden. Ja. Dat is heel moeilijk binnen ja. de vechtsport. Heeft misschien ook wel een beetje te maken met. Ja, het stigma en het Auro dat er een beetje omheen hangt. Want ze zijn ja. allemaal booskijkende. Ja. Nou ja, als ja. je een normale burger bent tussen quotejes... en kijkende mannen. Wat ja. op zich natuurlijk heel erg meevalt als je ze leert kennen. Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde. Ja, Twijfel is voor bijvoorbeeld een Coca-Cola of een filus om te zeggen: hé, hey, maar daar gaan we eens vrolijk mee in zee. Hoewel, als je dat naar Amerika kijkt, UFC die doet het dan wel weer aardig. Ja. Wat is dan het verschil tussen Nederland en Amerika in dat opzicht? Um, Amerika is misschien ook meer een sportland, dat sowieso al. Hm. Um, Nederland is er zo snel van: uh, ja, uh, als, er in, als er een ruzie is geweest, en, uh, dan staat er al snel in de krant: ja, met een kickbox trap of met een karatrap, mm -hmm. dan mm -hmm. uh, iemand tegen de vlakte aangeslagen. Terwijl op het moment dat er een scheidsrechter wordt doodgetrapt, zegt hij ze niet met een voetbaltrap, trapt ze hem tegen het hoofd aan. Nee. Nee, dat, kijk, en dat, is, al wel, en dat heeft, is dan wel relevant, weet je wel. Iemand die dan misschien één keer of twee keer uh, is wezen kijken bij een kickboxles is dan gelijk een kickbokser. Ja. En, uh, en, en, en een voetballer wordt niet over gepraat. Of iemand, uh, een, een tennisser die iemand met een stuk hout tegen het hoofd aan slaat, ja. wordt ook niet aangehaald. De tennisser sloeg hem met een tennisklap ja. tegen het hoofd aan. Dat, ja. dat zie je gewoon niet. Dus er is een bepaalde manier van schrijven. En dat heeft te maken met de huidige... Uh, ja, met de huidige personen die de media beheersen op dit moment. Mm. Uh, en voornamelijk in het uh, verleden. En er werd al heel snel werd het van de donkere kant werd het gezien en belicht. Ja. Terwijl ook... Een hele, terwijl ook Sorry? Sensatie zoeken. Ja, sensatie ja. zoeken. Dat, dat verkoopt natuurlijk. Ja. En, uh, ah, het is ook gewoon een gebrek aan kennis. Want ik heb ja. bijvoorbeeld de uh, afgelopen week... Uh, las ik een uh, stukje over in de Telegraaf over Vincent de Tool, die in uh, ja. uh, Cambodja had, uh, had gevochten. Ja. Mm. Ik was verbaasd over uh, hoe goed het stuk was geschreven. De positieve uh, toon. termen ja. en uh, weet je, uh, ja. uh, in tegenstelling tot wat je eerder uh, gelezen. <laughs> ja. Ik zie ja, je nou... invloed op, begrijp ik. <laughs> ja. <laughs> ja, nee. Ja. Oké. Okay. Uh, onze... <laughs> nou we know. <laughs> nee maar Onze bedoelde... eigen uh, Marloes Koenen, die, die schrijft onder andere ook voor de Telegraaf. Ah, oké. Okay. Uh, die heeft dat stuk uh, geschreven. Oké, okay, uh, nou, uh, props uh, to uh, Marloes, die mag yeah. vaak yeah. een stukje schrijven. Ja, die, dat kan ze goed, ja. Ik had het ook gelezen omdat zij het had gedeeld op Facebook. Ja, ja, ja. Maar, ja, ik, maar ik, ik, ik uh, denk ja. in ieder geval dat het, uh, als je kijkt naar de verschillende gala's in Nederland, dat op een gegeven moment, uh, als je tot, tot, tot duizend bezoekers, uh, dan is het vaak zijn sponsoren gewoon een kwestie van gunnen. Ja. Dan zijn het de lokale gyms die gesponsord worden, de vrienden mm -hmm. van vrienden. Ja. Uh, terwijl op het moment als je naar miljoenen publiek gaat uh, op televisie of zelfs in Amerika, waar gewoon gigantisch veel kijkers zijn, dan ja. wordt het in één keer commercieel interessant. Ja. Dus, maar ik heb jullie ook nog wel regelmatig met, uh, met flinke namen rond zien lopen met, uh, voor sponsoren. En uh, die zijn ook wel met komen en gaan aangekomen. Ja, gaan gekomen. ja we, hebben dat, uh, we hebben het wel geprobeerd. Ook wij hebben gewoon gezegd, uh, het is heel belangrijk dat we de juiste sponsoren eraan uh, hangen. Het is heel makkelijk om daar uh, in de verkeerde hoek te gaan zoeken. Mm -hmm. uh, en dat is ook heel verleidelijk, omdat je je budget bijna niet krijgt. Ja. Het is gewoon uh, heel moeilijk om, om, om een evenement neer te zetten wat rendabel is. Laat, mm -hmm. en, dan, uh, en dan hoop je maar dat je break-even kan, kan spelen mm -hmm. zelfs. En, maar toch hebben wij een visie gehad. Oké, okay, uh, laten we dan vanaf het begin af aan gaan werken met, met, met goede sponsors. Uh, liever geen sponsors uh, dan uh, ja, de sponsors die eigenlijk in het grijze of in het zwarte gebied zitten. Ja. Ja. En daar hebben we heel uh, doelbewust voor gekozen. En uh, waarom ook? Kijk, op het moment dat je eenmaal bent gesponsord door. Uh, ja, Door een, 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 ja, zeg maar een sponsor die op de zwarte lijst staat, dan is het heel moeilijk voor een Nike om een keer te gaan kijken. Van hey, die, die groep gaan we sponsoren, want die kijken gewoon terug naar het verleden. Mm. Wat hebben zij in het verleden gedaan? Wat voor een ja. aura hangt er omheen uh, En dan is het gewoon heel en je moeilijk. Dan heb het dan gewoon over de Cana's en de Cassagos. Ja, dat ja. soort ja, ja, ja. En kijk en dat uh, daar hebben wij voor, bewust voor gekozen om dat niet te doen. Toen de tijd, Terwijl en, ik denk ja. dat je wel moet beseffen dat dat soort, uh, dat soort uh, uh, sponsoren die nu niet meer aan orde zouden zijn, maar die hebben het wel voor een deel groot gemaakt in Nederland. Ja, zeker. En dat is ook inderdaad. Er is op zich niks mis mee, want het zijn gewoon legitieme bedrijven. Ja, ja. Alleen dat is de perceptie van, van de mainstream Nederland. Ja. En daarnaast is het ook zo. Op laat zijn we ook gestopt met VIP-evenementen, want uh, ja, wij kregen gewoon seintjes vanuit de overheid, vanuit de overheid. Wij hebben liever niet dat jullie dat doen, ja. omdat uh, en dat was dan meer van, oké, okay, je hebt dan zeg maar de ring, daaromheen zit, zit een aantal VIP-tafels. Mm -hmm. En daar uh, dan heb, je een aantal tribu uh, dan heb je de tribunes daaromheen. En mm -hmm. het tussen aanhalingstekens gewone ja. volk kijkt dan op de, uh, de rijke VIP-gasten. Die niet altijd een, een, een. die niet allemaal bij de ING werken of bij de ja. CEL, zeg maar. Uh -huh. En dat wordt dan een beetje. Uh, Geromantiseerd. Dus ja. dat, 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 dat geeft een verkeerd signaal af. En ja, daarom zijn we daar gelukkig. uiteindelijk ook mee gestopt. Gelukkig, ja, we gelukkig zijn. dat iedereen op de, uh, op de skyboxen bij het voetbalstadion. Uh, hè? daar zit inderdaad heel veel anders. Mm -hmm. Ja, maar het is wel. Het is wel daar een... is niet zo zichtbaar. Ja. Nee, maar en... dat is wel een ding waar we mee te maken hebben. Er kleedt ja. wel een bepaalde aura van. Ja, misschien moet ik maar gewoon bedoelen, maar criminaliteit zeg maar, aan ja. de sport. Al dan ja. niet terecht, want ja. Nou ja, er lopen ook een heleboel mensen in de sport rond uh, die gewoon. De normaal... Ja, eigenlijk ja. wel. Die gewoon normale carrières op nahouden. Maar ja. toch zijn er dan weer incidenten waar je daar straks al naar refereerde, die zetten het dan weer net even in het verkeerde dag ligt. Ja. in en... hoeverre is dat wat jou betreft uh, terecht? Want nou ja, laten we hebben wel deze vip tafels We weten gewoon dat daar soms jongens zitten ja. die niet een standaard 95 hebben. Ja. Maar goed, dat, en, en ik ben het daar nog steeds niet mee eens, uh, omdat uh, ja, dat, dat, die zitten ook bij andere evenementen. Het ja. is niet zo dat die mensen alleen maar bij uh, bij evenementen komen kijken. Mm -hmm. En alleen wij worden erop afgerekend. En wat ik al zei van als jij uh, geaccepteerd wil worden door Nederland, door de Nederlandse media en de Nederlandse overheid, zeg maar, dan moet jij je extra netjes gedragen. Dan mm. moet je echt het braafste jongetje, het jongetje uit de klas zijn. En uh, die VIP-tafels, die, uh, uh, die, die sponsoren, die ja, dat, die, dat, zijn allemaal dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal gewoon normale mensen en dat zijn allemaal uh, legitieme bedrijven. Hè? Alleen ja. Dat, dat kan een, een, een verkeerd beeld oproepen bij, bij, bepaalde, bij een bepaalde groep mensen... die eigenlijk uiteindelijk het beleid bepalen in Nederland. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat je, wat, je, wat je krijgt. En daarom moeten wij overdreven ons netjes gedragen... Ja. om uh, geaccepteerd te worden. Omdat ja. Ja, je ja. komt toch uit een underdog-positie. En dat is vanaf het, uh, dat is vanaf het begin... Uh, Um, in, in Nederland al gebeurd met, toen de evenementen mm. werden georganiseerd. Maar dat heeft een aantal promoters wel toen besluiten om niet meer verder te gaan met Just. het organiseren van activiteiten. Ja, uh, dat, dat is inderdaad zo, uh, dat is inderdaad uh, gebeurd. En, uh, maar ik zie nou wel dat er een uh, een, een keerpunt is. Um, de overheid is er uiteindelijk mee gaan moeien. NRC en NSF die heeft een, 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 een stuurgroep... samengesteld en een, een aantal werkgroepen eronder. Ja. En die zijn nu aan het bekijken... hoe ze dit uh, hele probleem... Mm -hmm. van het vechtsport in Nederland kunnen aanpakken. En voornamelijk de, doen het op de ringsporten. Ja. Ja. ja, ik snap dat dat in eerste instantie... S misschien voor promoters wel uh, extra lastig is. Omdat ze zich in één keer moeten conformeren aan allemaal regeltjes. Maar ja. ik denk wel ja, dat het uiteindelijk de, de manier de is om... In ja. Het, ja, 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 als je ja. de regels ook bekijkt. Ik heb ze even door zitten kijken. En dan, dan denk ik uh, uh, als ex-promoter... Oh, die flatregeltjes. Maar het is een ja. begin, weet je. Het ja. is een begin van... Een, en het moet gewoon uitgekristalliseerd worden. Je ja. moet het ook zo zien dat de gasten die, er, die dat nu bepalen, dat beleid... Zijn niet vechtsporters peursang. Maar ja. dat is juist misschien ook wel goed. Want ja. uh, we zitten al te lang in een wereldje waar uh, ons kent ons. En iedereen ja. doet maar zijn eigen bondje en dingetjes. Ja. En het is goed dat, het een, dat er een neutrale blik naar kijkt. En dat er ergens een beginlijn wordt getrekt vanaf hier moeten we gaan. Ja. En het is nu eigenlijk aan uh, de promoters. Want ik vind dat er wel... Er worden echt weinig galas op dit moment georganiseerd. Ja. Goede galas. Ja. Dus die, uh, er zou eigenlijk weer een nieuwe, nieuwe generatie promotors ja. mogen opstaan. Ja, daar gaat een beetje tijd overheen. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zitten. Ik heb ook toen de tijd aangegeven van... Ik vind het heel belangrijk dat het van top to bottom wordt geregeld... en wordt ook geïnstrueerd. Dus op het moment dat... De overheid wilde altijd eigenlijk dat... De vechtsport zichzelf reguleerde. Nou, dat ja. hebben we een aantal jaren, tientallen jaren geprobeerd. Maar dat, dat is niet, is niet werk, gelukt. Ja. Ja, waarom ja, werkt dus dat niet? Ik denk je? Ja, nee, iedereen heeft zijn eigen eilandje. En niemand wil zijn positie afstaan. En uh, ja, dat is een knuppel. En daar wil ik niet mee samenwerken. Stukje en, ego. Ja, een ja, stukje ja. ego. Het zijn natuurlijk allemaal mannen. Het zijn allemaal ja. alpha mannen. Waar we het bij, bij de sport Hoort bij de sport. Dus um, ja, waarom ook niet? Ik zeg uh, top to bottom regelen. Gewoon hup, harde hand aanpakken. Dit zijn de regels. En iedereen moet ze gaan conformeren. Dat gebeurt in Amerika ook. Heb je ook een state at commissie die zegt: zo en zo moet het. Gebeuren en als je daar niet aan houdt, dan ben jij exit. Ja. Wat en ook een prachtverhaal is: weer naar je sponsoren. Ja, en, op, en dan ja. krijg je namelijk oké okay, de juiste mensen die organiseren evenementen. Het is allemaal transparant en de vechters worden altijd betaald, want de State Athletic Commission betaalt jou uit ja. Ja. en niet de promoten. En dan krijg je gewoon ook een betere naam en dan, en dan, dan gaan er dingen ook niet meer mis. En ja. Dan wordt er gewoon heel erg naar gekeken. En dat is eigenlijk nou, dat model. Uh, Gaat Nederland nu ook toe. En daar ben ik alleen maar blij om eigenlijk. Ja. Denk je dat een uh, State Athletic Commission in een, in een Nederlandse vorm uh, een vorm kan aannemen, zoals ze ja. nu georganiseerd zijn? Ja. En denk je dat dat op de korte termijn nog gaat gebeuren? Dat gaat zeker op de korte termijn gebeuren. Dat is nou een beetje aan de hand. Ook uh, is, wordt er nu gekeken naar de sportscholen. Mm -hmm. uh, de sportscholen, daar, dat zijn natuurlijk de grassroots. Daar gebeurt het allemaal. Mm -hmm. de, de leraar, zeg maar, die bepaalt eigenlijk een beetje welke kant de leerlingen op gaan. Dat ja. die heeft een hele sterke positie. Uh, daar wordt ook al naar gekeken. Dus dan heb je bijvoorbeeld het Fight Ride right keurmerk, wat nou in Nederland is geïntroduceerd. Dan gaan ze kijken naar de sportschool, die moet dan een aantal uh, vereisten voldoen. Uh, en dan krijg jij een keurmerk. Ja. En met dat keurmerk uh, laat jij zien dat jij een professionele school bent, daar waar je ja, als ouder je kinderen rustig naartoe kan sturen. Maar daarnaast krijg jij ook uh, bijvoorbeeld zulke vormen gaan er komen. Dat is nog niet helemaal ge geïntegreerd, maar er gaan ook vormen komen waarbij je zegt, oké, okay, we hebben subsidies vanuit uh, de gemeente om bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare kinderen of ja. hangjongeren uh, mm. je, uh, te, uh, positief te stimuleren. Dan gaan ze kijken, oké, okay, wie heeft de fight right kunnen merken in, de, in de omgeving? Ja, uh, nou, oké, okay, jij, jij krijgt die opdracht. Ja, want dat is wel een ding, een kant van vechtsport die een boel mensen wellicht niet kennen. Maar um, er is ooit eens een keer wat onderzoek gedaan naar, uh, en dat is een deftig woord, beteugelende mm. werking van vechtsporten. Ja. Met andere woorden, als jij probleemjongeren hebt, of jongens ja. die nou ja, zich niet weten te gedragen op straat, ja. stop ze in een vechtsportschool laten ja. ze gewoon lekker trainen waar ze hun nou ja overmatige in kwijt kunnen en ja. ze gaan hun gedrag echt veranderen ja ja dat is echt ik heb dat zelf ook heel vaak meegemaakt jongens die kwamen uh, in de verkeerde hoek zaten uh, maar die komen in één keer in een school Waar het uh, alfa mannetjesgehalte ook vrij hoog is. Dan ja. ze in één keer, uh, oei, wacht even. Ik ben hier niet meer in één keer de stoerste van het schoolplein. Dus Lego, dan gaan we ego, sparen. Dan uh, krijgen ze ook nog uh, een pak uh, slaag in het begin. En dan denken ze van, wow. Want dat vaak... En dat is een beetje, dat is natuurlijk een beetje moeilijk... Uh, uh, dat kan je een beetje moeilijk uitleggen aan, aan zeg maar, om de gemiddelde burger. Maar hmm. dat is wat die jongens begrijpen. Dat, ja. dat zien zij als respect. Op het moment dat ze een, paar, een pak slaag krijgen, dan denken ze van, wow, wacht even. Ja. En dat begrijpen zij. Die taal begrijpen zij. En daarnaast... Laat je wel zien dat het niet is. Je tuigt niet iemand af. Nee, je bent met je sport bezig. En je bent iemand. Uh, en, en je sport is toevallig klap uitdelen. Ja, ik... Maar daarnaast, na, na die wedstrijd. Dan geef je elkaar een hand. Dan, geef, dan, dan buig je na een keertje naar elkaar toe. Dan betuig je, uh, betuig je respect aan je, aan, je, aan je partner. Ik zeg nooit je tegenstander, want je hebt geen tegenstanders als je aan het trainen bent. Dat zijn mm. partners dan. En um, dat, dat heeft een hele goede regulerende werking uh, op die jongens. En uh, die kunnen ten eerste. In allen uh, Tussen aanstekens agressie, uh, overtollige energie noem ik het eerder. Mm -hmm. Kunnen ze daarin mm -hmm. kwijt? En, of een stukje frustratie? Uh, frustratie misschien wel. Uh, alleen dan wil ik niet zeggen: kijk, als, je, als ik zeg uh, frustratie, kunnen ze afreageren. Dat klinkt weer zo negatief. Mm -hmm. Want dat wordt gewoon heel gereguleerd gedaan. Daarnaast leren ze ook nog eens een keer uh, normen en waarden, mm -hmm. uh, discipline. En. Uh, ja, Samenwerken met, met, met een groep mensen ja. en ik daaraan een bepaalde positieve groep conformeren. Maar dat is dus heel erg belangrijk. Dat zijn de grassroots. Wie is daar de, wie is daar de trainer? Wie is daar de leraar? Hoe geeft hij les? Hoe gaat hij ja. om met problemen? En wat doet hij met zulke jongens? Want die jongens zijn vervelend. Maar hoe ga je met die jongens om? Ja. Weet je wel? Uh, moet je zelf ook sterk in je schoenen staan? Ja, je moet zelf sterk in je schoenen staan, maar je moet ja. ze er ook bij trekken. Je moet ze even ja. een beetje afstraffen op het negatieve gedrag wat ze ja. tonen, maar je moet ze ook weer belonen voor het positieve gedrag. Ja. Ik. Nou, ik denk dat veel mensen uh, onderschatten wat het, uh, wat het teamgevoel doet. Want vaak wordt ja. wel eens gezegd van, oh, maar ja, je doet, je doet de sport in je eentje. Ja, maar denk is ik zo. Ja. Weet je, ik heb vroeger ook spelsporten gedaan, zoals voetbal en hockey. En um, ik heb het nog wel eens laatste keertje met uh, mijn huidige BJ-trainer. Frans heb ik daar wel zo, over, Frans Kasteren. Ja. En die zei ook van zoals wij omgaan met elkaar en de band die je mm. ontwikkelt, en dat heeft onder andere mee te maken dat je nog gewoon, uh, vaak een fysieke relatie ja, hebt, want mm. het ligt continu op elkaar. En uh, ja. er zijn het ego heeft geen ruimte meer. Er is eigenlijk helemaal er zijn weinig meer geheimen meer. Weet je? Ja. En je gaat zo diep door samen door een dal. Ik bedoel, ik heb een. Uh, je weet hoe het is als je een, een teammaatje gaat, gaat coachen... die vervolgens verliest of wat dan ook. Je kan gewoon alle twee in zak en as zitten na ja. zo'n wedstrijd. Ja. Of zenuwen het... voor teammaatjes. Als ja. Ze ja, nee, het ja, En het creëert, creëert zo'n andere band dan... Ja, klinkt niks naar voetbal... maar uh, als je zaterdag je voetbalwedstrijdje gaat doen... en je hebt verloren, natuurlijk is het vervelend... maar het is hmm. anders als je maatje in puin ligt... en ja. uh, je hebt er ja, zes weken ja. naartoe getraind. Ja, ja. absoluut. Dus ja. Die, die band die... Ja, daar durven we van over te zeggen dat dat gewoon met, met vechtsporten die is gewoon, gaat gewoon veel verder. Ja. En je moet niet vergeten wat het doet als je uh, BEJ met elkaar. Want je gaat inderdaad, BEJ is gewoon zwaar. Het is echt, ik denk dat de boel mensen zich niet beseffen hoe pittig het kan zijn. Ja. En dat zijn ja. wel ervaringen, zeg maar. Hè. Je hoogte en je dieptepunten deel je zeg maar, met mensen. Ja. En je bent elke keer ben je, aan het strijden voor nou, elke millimeter, bij wijze van spreken. Ja. Mensen ja. die het niet weten hoe het werkt, BEJ. eigenlijk, ja, knok je tegen een volwassen vent. En die gaat gewoon met alles wat hij heeft, gaat hij ja. proberen jou ja, of een armklem. Of een verwerging. Of ja, je hart op de grond proberen te gooien. En dat ga jij proberen tegen te houden. Nou, dat kost echt veel energie. Veel kracht. En na een goede BL's ben je gewoon kapot. Absoluut. Ja. Maar ik denk dat het ook. Een, als je dan kijkt naar de twee verschillende groepen. Uh, je ziet gewoon dat uh, de vechtsporters anders met elkaar omgaan. En ik kan dat best beschrijven. Dat ze gewoon uh, relaxter. Ja. Zonder, zonder ego. Want mm. op het moment dat je. In een voetbal. Twaalf voetballers langs elkaar zet. Ze hebben nooit met elkaar gevochten, weet je. Precies. Dus het is altijd een haantjesgedrag met, met, met ja. wie er beter is, hoe, wat. En uh, Dat een, heb je gewoon in zo'n sport. En dan ben je hoeft het niet, want je weet wat de rangorde is. Ja. Je kent de voedselketen, je weet precies waar je staat in de voedselketen. Het, ja. Ja. En als je onderaan bungelt, je bent de shut the fuck up, want anders <laughs> krijg je een spietje, weet je. <laughs> 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 maar wat ik ook, nou haal jij, haal jij voetbal aan bijvoorbeeld. Mm. Ik vind ook dat um, tijdens het voetbal, als je een voetbalwedstrijd kijkt, hoeveel keer fluit... De scheidsrechter op zijn fluitje, hoe blaast hij op zijn fluitje? Ja. Hoe vaak doet dat? Heel vaak, want er worden continu overtredingen gemaakt. Te vaak eigenlijk. Continu. En hoe vaak zien overtredingen in een MMA-wedstrijd? Zelden en op het moment dat daar iets gebeurt, zei, oh sorry, was niet zo bedoeld. Ja. Um, Kom, de denk de ik ook omdat iedereen naar die twee mensen aan het kijken is, en er is heel weinig ruimte voor. Ja, ja goed, kijk, oh, ik heb laatst nog een keer de wereldkampioenschap gezien, maar staan ze volgens mij ook met uh, dikke, vette, ja. grote slomo... Uh, ja, dat is wel waar. Uh, ja, dus ja, ja, daar ja, kijken miljoenen ja, ja. mensen naar. Word ja, je dat ook weer floppen toch? Als je zeg maar uit het niets in één keer neervalt in het voetballen. <laughs> ja, ja, dat is ook, ja, ja, maar dat is, kijk, dat is een mooie toneelspelerij, maar dat komt ook omdat de regels het toelaten. En ik ja. bedoel, als jij in een, in een UFC... of in een überhaupt gewoon een Nederlandse MMA-wedstrijd. Ja, je krijgt één keer misschien een waarschuwing als het niet opzettelijk was. Maar op ja. het moment dat je ook maar één keer... Dan is die lijn ook veel korter. En ik weet zeker dat als we voortaan gaan voetballen... Van jongens, we gaan niet meer uh, van achter op elkaar zijn enkels lopen trappen. Anders ben je gewoon gedisqualificeerd. Ja, dan ja. wordt het een ander spelletje. Ja, het zou kunnen. ja, ja goed. In, 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 in voetbal heb je natuurlijk ook een gele kaart. En daarna krijg je een rode kaart. Dus ja. eh, het is bijna ja, hetzelfde. Ja. Maar ik weet niet, op een of andere manier. Het vechtsport, die discipline. Vanuit ja. huis uit wordt dat al meegegeven. Uh, je doet gewoon, je houdt je aan de regels. Het is een keiharde sport. Een stukje ook. Ja, je mag elkaar keihard op het gezicht slaan en op knieën en je armen proberen uh, ja. te overstrekken en uh, verheuging aan te zetten. Maar op het moment dat het klaar is en de scheidsrechter zegt zeg stop en het is het einde van de ronde, dan sta je op. Einde van de wedstrijd geven we elkaar een knuffel en ja. dan ga je bier drinken samen. Ja, van. ja, ja. Om een spaatje blauw. Maar het gaat erom van... Die, die, die discipline is er, die, 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 die hardheid is er, maar ook die, ja. dat respect naar elkaar toe. En ja. dat krijg je al vanuit de, de sportschool wat dat al gevoed. En, ja. en dat is heel erg belangrijk. En dat is echt het hele grote verschil met, met vechtsport en andere sporten eigenlijk die je ziet. Ja. En wat ik ook nog wel een verpand uh, ding vind, is dat uh, vaak zeggen mensen wel eens van... Joh, heb je dan niet vaak blessures? Zal dus ik mijn standaard antwoord, als ik hetzelfde aantal uren... ...wat ik op de mat heb doorgebracht, op het voetbalveld heb doorgebracht... Ja. Dat heb ...ik heb nu aan mijn knieën, mijn elleboog, mm, mijn knieën, ja. en mijn enkels, alles een gordel... ...want je krijgt in ja. één keer uit onverwachte hoeken ja. een, een pegel van onderen... Ja. Maar, Terwijl het is heel anders als je gewoon inderdaad kind op je borst, handen vooruit... Ja. en je weet wat er gaat komen. Dan ja. heb je gewoon een heel ander soort uh, uh, ja. confrontatie inderdaad. Klopt wat, wat vind je van... Uh, ja, ik vind het wel een heel belangrijk punt. En daar heb jij ook uh, uh, natuurlijk veel mee te maken. Want veel leerlingen. Uh, als je kijkt naar de trainer-leerlingenrelatie. Uh, ja. Want juist door al die dingen die we net hebben besproken... Ja. Ik denk dat je met, uh, zeker met vechtsport, als trainer zijn, ben je eigenlijk echt een product van jezelf aan het ontwikkelen. Ja. Ik bedoel, uh, je probeert iemand te fine-tune op zijn, op zijn skills en ja. uh, daar komt echt een uniek, unieke ja. vechter uit. En je ja. hebt er behoorlijk wat gehad. Ja. Um, uh, wat is voor jou, wat, wat creëert die ultieme relatie en hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, uh, ik, ik denk inderdaad, de, de relatie tussen een, 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 een vechtsporter en zijn trainer, of haar trainer, of, is, is heel erg intensief. En. Uh, ik, ik denk dat ik daar uh, ook een beetje in uitblink. Ik denk niet dat ik de beste trainer in de wereld ben op het gebied van... Ik denk niet dat ik alle technieken ter wereld ken. Want dan weet ik wel zeker dat ik die niet ken. En er zijn er ongetwijfeld mensen die beter zijn in het staande. Beter zijn op de grond. Of beter met het worstelen. Maar ik weet gewoon dat ik leg mijn passie erin leg. En op het moment dat ik mijn passie erin leg, dan komen daar komen successen uit voort. En, uh, ik blijf mezelf uiteraard ontwikkelen. Maar ik... ik, ik ik kijk heel erg goed naar de persoon. Mm -hmm. En een Malus die train ik heel anders als bijvoorbeeld de Gezim Salman. Dat is een nieuwe jongen die bij mij traint en die uh, ja. binnenkort ook hele grote stappen gaat maken. Of die train ik anders dan een Alistair, dan een CR. dan een. Maakt niet uit. Iedereen is uniek. En uh, maar het gaat erom hoe ga je met die mensen om? What What makes him tick? Weet je wel? Ja. wat? Wat Wat motiveert die persoon? Mm -hmm. um, hoe gaat hij om met tegenslagen? Hoe gaat hij om met successen? Ja. Um, ja, want dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat is, uh, bij vechters is er niet een eenduidig iets. Nee, dat ...te herkennen is al, wat nee. ervoor zorgt dat ze die stappen maken. Precies. En daarnaast is dat, en dat is het dat is een stukje mentaal, maar dat is dat geldt precies hetzelfde voor het fysieke. Uh, bijvoorbeeld Marloes, die heeft een hele andere vechtstijl dan Vincent Latour. Ja. En 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 en, en als Xim Samani bijvoorbeeld of als Martin Pagner. dat zijn hele andere vechters en. Iedereen, ik vind ook dat je. Ik zie heel veel trainers. Die zijn ook, ook best wel uh, succesvolle trainers. Alleen. Uh, die komen op een bepaald punt. Dan stoppen ze stoppen de vechters toch met ontwikkelen. En ik zie bij heel veel vechters. dat die hun. Uh, de, uh, heel veel trainers. Dat, dat die hun vechters. willen laten vechten. op hun manier. Ja. En dan. Oké, okay, dit is mijn stijl. Dit, is mijn, uh, dit zijn mijn. Uh, dit zijn mijn vereisten en daar moet je aan voldoen. En zo moet je erin. En dat, dat werkt niet zo, vind ik persoonlijk. Dat is mijn mening. Ik denk gewoon dat iedereen heeft zijn sterke punten, iedereen heeft zijn zwakke punten. En daar hmm. moet je mee aan de slag gaan. Is er wel een basis die je bij elke vechter probeert aan te leggen? Tuurlijk, er zijn altijd uh, de basistechnieken. En iedereen moet ook alles trainen. Dus uh, of, je nou, uh, of je nou 130 kilo bent, of dat je nou 65 kilo bent, ik vind dat je vanuit de Guard een aantal posities moet hmm. kunnen doen. Een aantal submissions moeten kunnen aanleggen. Uh, Um, bijvoorbeeld weet tram, weet 130 wel 30 kilo. Ja, <laughs> ja. ja. nou goed, ik heb dus bijvoorbeeld een uh, Exxon Samani, broer van Kim Samani, die deed tijdens nee. een grapplingwedstrijd, die deed de laatste gesprongen aanklemmen, die weegt 125 kilo. Ja, dat dus kan wel. Hoezo we uh, Die was ook iets van 100, uh, 110, 115. Dus ja, dat, maakt ook niet uit, het is gewoon zwaar. Nee, maar dat, ja, maar dat, kan dus, weet je wel. En wat ik ook belangrijk vind, ook bijvoorbeeld met uh, met Joke toen de tijd, uh, Valentijn en, en Alistair en Gilbert, weet je wel, toen, die toen bij mij kwamen trainen, die al een achtergrond in het staande gevecht hadden, mm. en die ging ik leren hoe ze missies moeten maken. En toen zei ze van, ja, maar waarom moet ik dan nou leren? Ik wil eigenlijk alleen maar leren te verdedigen. En vanuit daar op te gaan staan en weer mijn staande spelletje gaan spelen. Ik zei, mm -hmm. nou, ik zou je vertellen waarom dat moet. Je moet, leren, je moet weten hoe een submission wordt opgebouwd. Ja. En op het moment dat je weet hoe die wordt opgebouwd, dan, als je dan terug gaat redeneren, dan weet je ook hoe je moet ontsnappen. Mm -hmm. ja. en, en, en dat vind ik heel erg belangrijk. Dus er is een bepaalde basis die iedereen moet kennen. Maar op het moment dat je naar een wedstrijd gaat toewerken, dan ga je heel specifiek bepaalde technieken... Uh, bijvoorbeeld aanleren, aanscherpen, verbeteren of juist uh, verbergen. Soms heeft iemand zwakheden, die ga je proberen te verbergen. Weet je mm. wel. Ja, ja, ja. Ik ja. weet nog eens een keer dat een vechter van, uh, van jullie destijds, die had last van zijn knie. Dus moest een kniebeschermer op en dan doe je kniebeschermers aan beide benen, want ja, ja. je wil verbergen dat die last heeft ja, van zijn linkerknie Of aan de andere knie. Ja, dus aan ja, zijn goede knie. Dan dacht iedereen heeft een probleem aan die knie. En dan ja. gaan ze op die knie mikken, terwijl ze, dat zijn ze goede knie is. Slim. Ja. Hey, maar je, je benoemde het net ook dat uh, zo'n vechter die gaat een bepaalde cyclus in van uh, uh, natuurlijk uh, Echt het grind beginning van ik wil vechten en hè, die wil ervoor ja. gaan, heeft dan maar niks. En op een gegeven moment kom je tot een bepaald uh, succes. En uh, um, uh, ik zie daar echt een hele erge cyclus in. Overal waar ik uh, ook zelf heb getraind. Het is een cyclus van een jaar of vijf waar in één keer een hele groep jongens actief ja. begint te vechten. En je hebt dat zelf twee keer meegemaakt. Lichting, in, in de eerste lichting in, in Os. Uh, op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. Op een gegeven moment heb je een glory. Dat zijpelt langzaam een beetje uit elkaar. Ja. Uh, je hebt zelf leerlingen gehad die bij jou vertrokken ja. um, wat, wat is daar de gedachte van? Want is het, heeft het, is het een ego-ding? Is het een natuurlijk ding? Is het een, een combinatie van alles? Uh, wat ik kan zeggen, is eigenlijk, eigenlijk uit eigen ervaring. Ik, vind dat, ik, ik, ik zie vaak dat vechters um, die vanuit niks komen, mm. nooit wat hebben gehad. En die uh, worden in één keer heel erg goed en worden heel erg bekend en die worden heel erg die krijgen in één keer geld op een bankrekening. Ja. Dat is voor heel veel mensen is dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Wat en, verandert het spelletje? Dat, en, en dat heb ik, dat zeg ik tegen elke, uh, elke leerling van mij die nou ook nieuw bij me komt. Zeg, luister, het punt gaat komen. Ja. Iedereen krijgt het punt. Het gaat erom, er hoe ga je daarmee om? En dat was waarschijnlijk het... door schade en schande dat je ze dat vertelt. Ja, en, en op um, en als ga ervan vanuit dat over vijf jaar, dat of over tien jaar, dat iedereen tegen jou gaat zeggen dat je de allerbeste ter wereld bent en dat je bent zo geweldig, je bent zo goed, wow, amazing, you know, ja. en dan dat doet dan dat met je. Dat gaat dat met je doen. Je gaat jezelf ook helemaal ja. geweldig voelen en ja, dan krijg je ook nog eens een keer heel veel geld ja. voor een wedstrijd en dat gaat je veranderen. Dat gaat dat gaat iets met je ego doen en, dat, dat kan iets met je gaan, gaan doen. Dat hoeft niet, maar dat kan. En dat ja. gebeurt bij heel veel mensen. En die weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. En uiteindelijk kan het zijn soms dat ze hun eigen weg kiezen. Maar ik heb dus uit, uh, uit het verleden hebben gewoon bekeken... dat al die mensen die hun eigen weg zijn gegaan, die zijn uiteindelijk... Ja. Is dat allemaal minder geworden? En dat is eigenlijk langzamerhand, om soms misschien wel heel snel, is het in één keer downhill gegaan. Maar om gewoon lekker expliciet te worden, is dit ook wat er bij Alison gebeurd is? Ja, bij Alison is dat gebeurd. Onder andere, ja, ja dat kan je wel zeggen, ja. ja. Want ik denk dat jij wel een. Uh, uh, um... Ellers heeft wel echt gigasprongen gemaakt toen, toen hij in Nederland was. Mm. En uh, ook veel wedstrijden gedraaid in één keer. Ook ja. mede door Glory. Want natuurlijk, ja. uh, dat zijn allemaal van die dingen die hebben meegeholpen in die cyclus, weet je wel. Onwijs veel wedstrijden draaien. Goed ja. Teamspirit. Ja. Goed management, goede trainers, uh, goede teamspirit, inderdaad, zoals je het zegt. En, uh, en uh... Inderdaad, met z'n allen één zijn. En, mm -hmm. en weet je wel, oké, okay, is er een probleem aan de ene kant? Ga je met elkaar praten? Uh, oké, okay, uh, heb, hebben wij met z'n twee een probleem? Dan ga jij, stap jij naar voren. En mm -hmm. dat is het voordeel van een groot team met mensen die allemaal dezelfde richting op willen. Ja. Je kan elkaar opvangen. En je, kan elkaar, en je weet wat, me, wat je aan elkaar hebt. Ellison die trainde bij mij vanaf zijn zeventiende of achttiende. Mm -hmm. Dus die kwam bij mij de sportschool toen binnenlopen. Ja, en dan heb je een bepaalde band met iemand. Ja. En als je dan twaalf jaar bij iemand traint, dan... Dan zie je ook bijvoorbeeld, uh, als ik in een wedstrijd zei, rechtstreek uh, de rest direct de rest een knie, dan mm. kwam die gelijk eruit. En ik denk dat het heel moeilijk is. Als je, je kijkt naar, we hebben het nou toevallig over Ellis, maar als je kijkt mm. naar zijn laatste periode heeft hij, is hij volgens mij vier keer van team verwisseld mm. ja. en dan kan ik me voorstellen dat iemand die dan in de hoek staat en die roept wat dat je de, dat je daar even een fractie van een seconde over moet nadenken of, ja want je kent de ja. stem niet Hoewel, ik moet ja, zeggen je, je, ik hoor je ook wel eens op eurosport voorbij komen je bent slechte missen in dat opzicht <laughs> ja. Ja. nee maar het is wel een vertrouwen tijdens ja. het trainen, ja, tijdens ja. het trainen kan je, moet je gewoon in je achterhoofd moet je die stem horen en moet je daarop ja. kunnen reageren en, ja. dat, uh, en het dat is die... ook je moet er geen twijfel aan hebben ja. want als jij drie maanden met iemand traint... Ja, uh, ja, weet hij eigenlijk. Ja, hij kent hij mij. Stel we eigenlijk. Of ik weet mm. niet of ik dat nou wel moet mm. doen. Neem maar als je al twaalf jaar met iemand traint. en mm. je zegt pam. en dan gebeurt het gelijk. Ja. En dan, dan, dan gaat het automatisch. Hoef je niet over na te denken. Dat gaat, uh, het gaat automatisch. Mm. Omdat het hele systeem zit je al in. Mm. En, uh, en dat is denk ik wat. Uh, wat heel veel mensen onderschatten. Mensen denken van ik ben op een bepaald niveau aan top of the world. En uh, het gaat goed, ik heb geld en ik win de wedstrijden. En dan ga je eigen plan trekken. En dan in één keer blijkt het toch in één keer van heel veel andere factoren die je eigenlijk daarvoor onderschat hebt. Ja. Uh, ik vind het wel eens moeilijk dat mensen met name naar de vechters kijken. En dat die uh, het merendeel van de lof krijgen. Ik bedoel, wij trainen zelf, uh, MMA en BJJ... En we weten dat uh -huh. hè, zonder goede leraar ben je ja. in principe nergens. Maar als je vanuit het publiek dat naar de vechters kijkt, ja. dan is het altijd de vechter die je doet. Terwijl de trainer in dat op zich minstens even belangrijk is, misschien zelfs wel. Uh, of ik dat moeilijk vind, nee. Ik, nee. ik gun het die. Ik ben zelf vechter geweest. Ik mm. weet hoe het werkt. En uh, het is leuk als je waardering krijgt natuurlijk. Ja. En uh, het is leuk als je vechters dat ook noemen in hun interviews. En als mm. dat uh, mm. et, cetera, et cetera, Maar dat is niet waarvoor je het doet. Je doet het ervoor en dat is, je, je bent in dienst van de vechten. Je stelt jezelf in dienst van de vechten. En hmm. dat doe je alleen als daar een bepaald respect voor terugkomt. Ja. En uh, dan, als iemand, ik zeg altijd, als iemand mij uh, 50% geeft, geef ik 100%. Als jij mij 100% geeft, geef ik 200% terug. En dat hmm. is eigenlijk, denk ik, ja, dat is je motivatie ook. Je wil gewoon met je team de beste uh, ja. ter wereld Goeie worden. Ja. Ja. Denk, je, denk je dat zoiets kan nou, Want je zegt, je hebt ongeveer 12 jaar met uh, Ellester met getraind. Eigenlijk is het een soort relatie, weet je ja. wel. En ik kan me voorstellen, ook in een normale relatie, op een gegeven moment kunnen dingen gaan verslappen. Denk je dat je na twaalf jaar blind bent geworden voor sommigen van zijn. Uh, dat je denkt van hey, dat dat misschien eerder moet oppakken. maar gewoon door. omdat alles normaal is geworden. dat je op een gegeven moment gewoon blind wordt voor, uh, voor elkaars uh, signalen. van. Uh, joh, misschien zit hij niet lekker in zijn vel. of wil hij wat anders. of... nee, ik denk juist dat ik dat heel. Uh, dat, dat je dat dan nog sneller oppakt. Uh, als je een lange vriendin hebt. Uh, of een vrouw hebt. dan. dan hoef, heb je een half woord. als het een goede relatie is, heb je een half woord genoeg. <tus> en dat, uh, dat was eigenlijk. Uh... Dat was eigenlijk bij ons ook zo. Uh, half woord genoeg. Uh, mm. Je weet dat. En je weet waar uh, de gevoelige punten liggen, mm. je weet waar zijn uh, zwakke punten liggen. of welke je moet indammen, en etcetera, et cetera. Et cetera. Um, ik denk juist dat uh, uh, ik denk dus dat dat, dat er andersom is, inderdaad. Ja, ik, ik weet ook dat met, in het geval van Ellison, en dan we hebben het toevallig nog steeds over Ellison. had hij ook een probleem met het management, en niet zozeer ja. met mij. En, mm. uh, Want daar zijn uh, op, op, op het management heb ik uh, er zijn meerdere jongens. Uh, ja Als het ware bij jou voor weggegaan. Omdat ze vonden dat jij aan de kant van Golden Glory uh, bleef staan. Ja, uh, nou, ik vind altijd, en dat, dat heb ik altijd gezegd: ik, ik kies nooit voor geld, ik kies voor eerlijkheid. Mm -hmm. En op het moment dat, daar, uh, uh, dat er een probleem was: er was een probleem tussen Alistair en Golden Glory, daar begon het allemaal mee. Ja. En ik heb, ik heb naar de hele case gekeken, Alle, alles gedocumenteerd, alles, be, alles bekeken, alles aangehoord. En dan kan ik zeggen dat de fouten aan allebei de kant zijn gemaakt, want waar twee vechten hebben, twee schuld mm, natuurlijk. Ja. Maar ik vind niet dat, uh, dat er zulke dadige fouten zijn gemaakt door het management wat eigenlijk Ellis uh, te probeert te suggereren. Ja. Dat, dus ik, ik, uiteindelijk heb ik mijn conclusie getrokken en ik vond niet dat, het, uh, dat de schuld bij het management lag. En of ik, wat ik al zei, ik kies nooit voor geld. Ja. Uh, ik kan voor de roem en voor het geld kiezen met Ellis te meegaan. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik stond daar niet achter. En, uh, en nou ja, uiteindelijk is het ook wel gebleken dat het. Uh... Ja. ja, ik denk als ik uh, bedoel, ik uh, ben natuurlijk ook maar een amateur hierin. Maar als ik kijk naar uh, wat Ellis erom is, is dus gewoon een hele routine in een, uh, in een vast team. En ja. continu wisselen van team, iedere keer verhuizen en doen. Het is ja. alleen maar fucking huis aan je hoofd, weet je. Ik kan me niet voorstellen dat je lekker in zijn kooi staat. Nee. En, uh, ik moet zeggen dat die afgelopen keer bij uh, bedoel Greg Jackson, waar hij nu traint. Ja, hij is wel een mastermind als het gaat om gameplans. Ja. Dus daar uh, ben ik wel van overtuigd dat hij daarbij een goed team zit. Uh, ik moet ook eigenlijk zeggen dat hij in zijn laatste partij vond ik hem eigenlijk uh, vond ik hem goed beginnen. Ik bedoel, hij vocht wel uh, uh, op zijn eigen manier, orthodox misschien in, uh, met een bepaalde strategie, die zat er duidelijk achter. Uh, uiteindelijk toch weer door een hoek neer, uh, neergehaald. Ja. En dan, uh, maar het is nu wel, uh, nu moet je tegen Streuven in uh, Stefan Streuven. Ja, ik zit in, daar heel gemengd in. Ja, goed, ik ken Stefan goed en ik vind het een super gozer. Um, dus ik gun het Stefan in deze. Uh, maar ik, zie, ik blijf op voor Alistair, weet ja. je. Ik vind het nog steeds een toffe vechter om te kijken. En, uh, uh, de ene keer kan hij zo verrassend uh, als een beest uit de hoek komen. En de andere keer dan, uh, dan komt het er gewoon niet uit, weet je al. Ja. En dan, uh, Maar goed... Maar het aspect daar met name, en ik denk dat dat voor andere vechters ook wel opgaat, en dat lijkt me als trainer met name van topvechters ook heel erg moeilijk, is het stukje ego-management dat erbij komt kijken. Ja. Want het zijn mensen met een sterke wil ja. uh, en die ook wel een eigen kijk hebben om de wereld. Niet ja. bang zijn om dat onder stoel of bank te steken. Dat ja. maken ze graag duidelijk, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Dat ja. zou ook nog wel eens wat geduld vergen. Ja, ja dat zeker, ja. 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 <laughs> daar kunnen we niet omheen. Nee, kunnen we <laughs> heen. En dat, uh, dat uh, op momenten. Uh, en wil je nog wat al... drinken trouwens? Wil je nog wat later? Nee, ik heb nog. Oké. Okay. Dankjewel. Okay. Kijk... Ik vind ook dat uh, op het moment dat er problemen zijn, dan ben ik nooit. Uh, ik ik, ben, ik heb, ben geen starre trainer of zo. Die zegt van: Oké, okay, dit, is, uh, dit hoe, is hoe het is. Dit, uh, dit gaat er gebeuren. Mm. En bij mij kan je altijd praten. Ja. Bij mij is er altijd oké okay van: nou, Ik zit hier niet lekker. Ik zit niet lekker in mijn vel. Of dit is vervelend. Of ja, ik, ik kan hier niet mee overweg. Misschien kunnen we daar iets. Weet je wel, kunnen we daar tot een oplossing komen. Dat, dat kan bij mij altijd. Je kan altijd met mij praten. Maar mm -hmm. daarna zeg ik ook: Ik zit nu uh, 27 jaar in de vechtsport. Ik heb alles, wel een beetje gezien. Ik ben bij uh, bij bij Shooto geweest in Japan, in Pride, K1, Glory opgericht toen de tijd, hmm. uh, UFC geweest, uh, Bellator hebben we mee te maken, naar Strikeforce. Dus ik heb alle grote evenementen heb ik gewoon meegemaakt van heel dichtbij achter ja. de schermen, alle mensen gezien. Ik ken, ik weet wat er speelt. Uh, ah, ik ik kwamen helemaal jaloers Als ik het, ja. het zo. <laughs> ja, we op op hoogste niveau geopereerd ook. Dus ik ja. weet gewoon dat. Ik weet gewoon hoe die wereld in elkaar zit. En ik weet ook wat uh, gaat gebeuren met, met mensen op het moment dat ze succes krijgen. Mm -hmm. dus sommige dingen, uh, dat heb ik al een aantal keren meegemaakt. En dat, dat wil je niet opnieuw uit te vinden. En ik weet ook gewoon, op het moment dat iemand zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen, dan weet ik, oké, okay, wacht even, dit gaat er nou gebeuren. Ja, dan ja, kan je ja, iemand ja. ook makkelijker op een goede manier weer terug op het pad krijgen. Ja. Ja, dus ik zeg altijd, uh, alles gebeurt voor een reden, dus het zal... Uh, ja, ja de school zijn geweest. Zo, ja. Maar de, 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 eigenlijk de nieuwe fase waar ik je voornamelijk voor mee voorbij zie komen, is dat je uh, uh, het organiseren een beetje achter je hebt gelaten en ja. uh, je blijft nog wel lekker aan het trainen. Je gaat nu je eigen sportschool echt... Uh, uh, moet ik zeggen dat je echt je eigen sportschool gaat openen nu? Of? Nou ja, goed. Het is niet mijn eigen sportschool, maar het is... Mijn, ik, ik, ik ben, ja, uh, dat, dat kan je wel weer zien. Ik ben heel loyaal eigenlijk als persoon. Zijn. Ik zit al uh, bij Fit Fun. Dat is een sportschool in David. Daar zit ik al... Uh, ik durf bijna niet te zeggen. Ik denk dat ik al daar... Uh, Klinkt er weer helemaal. Ik kwam er in 1998 bij en toen trainden jullie daar al ja, ja dus lang is, lang uh, geleden ja ik denk sinds 1997 of zo denk ik dat ik daar al uh, dat ik daar al zit bijna uh, ja ja ja, is een hele lange tijd, 18 jaar denk ik of zo, mm. 18, 19 jaar. Ja. Um, Ze hebben nooit uh, gedacht om die naam een keer te veranderen in kick en fun. Of nee. Nee. <laughs> <laughs> uh, maar daar, uh, daar eigenlijk hebben we nou een eigen ruimte daar binnen die uh, binnen dat complex gekregen, waar we een puur martial arts dedicated uh, ruimte. Ja. En uh, dat gaan we nou proberen gewoon uh, echt een, een, nieuwe, een nieuwe doorstart te geven. Of tenminste, doorstad, zo wil ik het niet noemen, maar echt een uh, impuls aan te geven. En uh, ja, Om eruit eigenlijk... te halen wat er al in zit. Ja. Het is eigenlijk wel grappig als je kijkt naar hoeveel kampioenen er uit Deventer zijn gekomen. Uit dit gebied. En als je dan ziet dat het uh, allemaal gebeurt in drie uurtjes. <laughs> dat jullie de zaal beschikbaar hebben per week. Zeg maar dat we dan met z'n allen uh, tot laat in de avond daar kunnen trainen. En ja, nu ga je gewoon dus. Ja, ja. Nou ja goed. Uh, op dit moment geef ik al wel zeven keer in de week les. En dat is dan maandagochtend en vrijdagochtend. Doe ik de strength and conditioning met mm. de mannen tegelijkertijd. Met de wedstrijdgroep. En dan heb ik natuurlijk maandagavond, dinsdagochtend, woensdagavond, donderdagochtend vrijdagavond mm. hebben we lessen. Uh, bij Vitte fun, een martial arts, lessen, mix martial arts of Brazilian Jiu Jitsu. En uh, nu gaan we daar echt uh, een, een, een. Ja, nou, kan, nou hebben we gewoon de hele dag de ruimte tot de beschikking. Dus ja. dan kunnen we mm -hmm. de, de, de juiste tijden en vaste mat. Nou, moesten altijd nog de matjes op uh, neerleggen ja, ja, en weer opruimen. En, ja, ja, plus uh, het is echt iets van jou. En ik denk, ik ben wel heel erg benieuwd dat uit ondernemersoogpunt, heb je het idee dat je uh, dat je echt het uiterste hebt kunnen halen uit, uh, uit, 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 uit alles met glory of mijn dingen? Of heb je soms ook eens net de boot gemist, of zijn dingen echt anders gelopen? Hoe heb je dat ervaren? Uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik heb eigenlijk, uh, voor alles wat ik heb gedaan in mijn leven, heb ik uh, eigenlijk geen, heb ik geen spijt van. Ik denk dat alles uh, op een goede ja gebeurt, ook voor een reden wat ik al zei. Ik denk dat, uh, ja, tuurlijk heb je altijd dingen wat beter kan. Uh, hmm. Altijd dingen die, die anders hadden kunnen lopen. Maar ik, ik denk dat ik nou gewoon op de goede weg zit. En uh, ik heb, ja, ik, 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 ik denk wel dat het, uh, dat het nou nog weer beter gaat, weer naar een nieuw niveau. Uh, Getild gaat worden. Ja. Ik merk het ook aan veel buitenlandse vechters. Er is net weer een jongen uit uh, Roemenië komen rijden met de auto naar Nederland. En die blijft dan nee. een maand trainen, gaat even terug en dan blijft hij voorgoed in Nederland. Ik heb een Poolse jongen, wat ik al zei, Maatje Prachnio, ja. die nou ondertussen al uh, bijna twee jaar zit. Uh, die kwam bij mij. Uh, Twee jaar geleden en die vroeg of hij een keertje mee mocht trainen. Hij had me al een, een paar brieven gestuurd naar de sportschool toe. En al een mailtje gestuurd. Zijn vader was al gekomen en ja. Had, ja, ja. <laughs> Uiteindelijk was hij dus. Uh, uiteindelijk kwam hij dus de sportschool binnen en uh, hij trainde mee. Ik zeg, nou, pittige jongen, die QQC-jongen. Ja. Uh, ik zeg tegen: mijn man, hoe lang ga jij blijven? Hij zegt. Um, ja, totdat jij hem kampioen hebt gemaakt, zei hij. Zo, nou, hij zit ondertussen <laughs> twee jaar. Dat uh, is fucking bijna, dedication. Ja, even yeah. ja, huh? uh, drie kickboxpartijen in de B-klasse gedaan, allemaal gewonnen. Hij heeft. Um, uh, Nederlands kampioen grappling is die geworden. Uh, hij geworden. Hij is 6 1 in MMA. En uh, ja, hij heeft een aantal partijen weer op komst staan. Uh, eentje de eerste is volgens mij in uh, FFC in uh, Slovenië binnenkort. Dus uh, kijk, zulke jongens die komen in één keer op je pad. Xim Axel, Axel en Xim Samani. Uh, twee zwaargewichten, 20 jaar, 22 jaar, 120 kilo puur. Ja. En uh, die gewoon ook heel goed gaat. Sim uh, gaat binnenkort ook bij een grote Amerikaanse organisatie tekenen. Dat zal denk ik volgende week bekend worden gemaakt. Mooi. Dus nou ja, Marloes Koenen die net weer bij Bellator uh, heeft getekend. Een nieuwe fase ingaat. Uh, Vincent die het hartstikke goed doet bij ONE fc Over een uh, aantal weken weer uh, vecht daar. Ja. Uh, en, en zo gaat het maar door. Er komen ja. steeds meer mensen die, die, die langskomen, hard trainen en... Uh, ja. ja, ik heb ook wel het idee dat het voor, uh, voor een hele hoop, want Vincent draait ook al super lang mee. Ja, en uh, dat ja. soort gasten krijgen wel in één keer een nieuwe kans door de ja. hele ontwikkeling in het MMA. Ik moet trouwens zeggen dat hij in zijn laatste partij die hij ja. dan op short notice had, ge had gedaan, vond ja. ik hem echt als een fucking beest uitzien. Hij is ja, echt, ja. Uh, zag er gewoon ripped uit en gewoon... Ja, ja helaas content. ging die partij niet zoals dat wij wilden. Hij zat niet echt lekker in zijn vel, uh, bleek dus, tijdens de wedstrijd. Uh, alles leek van tevoren goed te gaan na twee weken van, om voor te bereiden tegen... Ja. Karras foto die eigenlijk de number, in, uh, number one ranked was bij Strikeforce. Dat mm -hmm. ja, is ook geen kinderachtige jongen. Nee. Ik vond me altijd af waarom hij eigenlijk niet gewoon in de UFC zit. Want hij is Amerikaanse jongen, toch? Ja. Keres, ja. ja hij heeft volgens mij één of twee partijen in de UFC gedaan. Maar op een of andere manier... DNA pestig gemaakt zo, of zo? Ja, ik weet het niet. Het loopt niet lekker daar. Maar, maar, uh... maar hij heeft een flinke win streak nu. Uh, ja, dat had er goed ook. En... Uh, en... Ja, Vincent had ook kunnen winnen, alleen ja, hij zat niet helemaal lekker in zijn vel. Maar hij kreeg ook, kreeg ook omdat hij dus de partij op short notice had aangenomen, krijgt hij ook een andere partij heel binnenkort. Binnen vijf weken staat hij als goed weer te knokken. Dus uh, top. Ja. ja, druk aan de bak, dus. Ja, okay. ja, leuk. We vliegen gewoon rustig door. Ja, mooi. mooi. Hey, en uh, als je kijkt naar uh, Marloes Koenen, wat wel een van jouw uh, proteges is. Ja. Uh, die gaat nu naar Belleter. Ja. Uh, en je zegt, je zei net, uh, het is misschien wel de laatste run voor haar. Ja. Uh, heeft het heeft natuurlijk met leeftijd te maken. Ja, klopt. Uh, uh, wat, wat, is, wat is het gameplan? Wil je haar door laten stromen naar de UFC? Je moet ze tegen Ronda Rousey, wat uiteindelijk de, nu de nummer 1 is. Uh, Ronda die zit op 135, heeft Meloes vroeger gevochten ook. Mm -hmm. uh, is er twee keer kampioen in geworden. Alleen uh, 135 is toch, uh, toch net iets te veel gevraagd. Wat is dat in uh, kilo's? Dat is uh, 61,35. En zij loopt uh, minimaal 10 kilo uh, zwaarder rond. Mm -hmm. uh, dat is echt heel erg zwaar om voor een vrouw dat gewicht af te vallen. Voor een man is het al zwaar om 10 kilo af te vallen. Ja. Ja. Maar voor een vrouw is het nog veel zwaarder, omdat die natuurlijk al meer vocht vasthouden. Ja. Um, het is overigens is ook een proces wat een hele hoop luisteraars en mensen echt geen idee van hebben Kutte. om even 15 ja. kilo af te vallen. Yeah. Ja. Of, uh, ja. Hij heeft allemaal te maken met vochtbalansen. Hoe, hoe, hoe reguleer je dat? Vincent bijvoorbeeld toen hij aankwam, laatst in. Uh, in, in, in Cambodja. Toen was hij een dag voor de weging was hij nog zes kilo te zwaar of zo. En uh, toen ging er vrij makkelijk af hoor. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja. het is gewoon puur hoe reguleer je dat. Ja. En, dat en mensen zeggen van, uh, vooral vrouwen zeggen dan, hoe doet hij dat dan? Dat wil ik ook. Ja, ja. maar ja, ja dat je vergeet, je ja, vergeet ja, vergeet hij de dag daarna ja. dat hij datzelfde ja. gewicht weer heeft. En het is wat ik al zei, puur een spelletje van hoe beheers je dat. Uh, ja, want voor, voor mensen die dat niet van weten, van wat er wel eens gebeurd is. Uh, vechters dus moeten over het algemeen inwegen op een van tevoren afgesproken gewicht. Ja. En er zijn manieren om op de dag van de weging aanzienlijk minder te wegen als je natuurlijke gewicht is. Dat doe je ja. door je voeding en een stukje vochten onttrekken, volgens mij. Ja. En dat zou dus betekenen dat je op de dag van de wedstrijd, want je wegen vaak de dag ervoor, dat je weer zwaarder rondloopt. En dat ja. geeft je een voordeel. Want, ja. nou ja, vier kilo meer is weer vier kilo meer voor je tegenstander om weg te Klopt. duwen. Ja. 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 Okay. ja, heel duidelijk. Maar wat is het, uh, wat is het gameplan voor uh, Melus Nog even terugkomen. Wat, ah, die, uh... Heeft, uh, die heeft net een contract voor twee jaar getekend. Ze is nu 33, dan is 35. Uh, ze heeft uh, een, een aantal partijen per jaar die ze kan vechten en uh, we kijken gewoon aan hoe dat gaat. Het is uh, ja, In principe, Bellator is waar ze nu is. Bellator is waar ze zich lekker voelt en waar ze, zich, uh, ja, waar ze ook uh, zou kunnen eindigen, zeg maar, haar carrière op een goede manier. En uh, er zijn niet directe plannen om naar de UFC te gaan. Ook, uh, ook omdat ze het gewichtsklasse waar ze in zit, dat is uh, 145, ongeveer 66 kilo dat zij daar dat hebben ze nog niet bij de UFC dat nee. nog niet op uh, nee. de, die divisie hebben ze nog niet uh, ontwikkeld eigenlijk is ze net uh, vijf net jaar ze te oud vroeg. ze is net vijf jaar te ja, oud John ja dat ja. ze nog een mooie spurt mee kunnen, ja. kunnen. maar ik ja. moet zeggen Bellator heeft ook een heel goed contract hoor en uh, ik weet niet of ze datzelfde contract bij de UFC zou kunnen krijgen mm. uh, komt natuurlijk ook omdat de nieuwe CEO van van Bellator Scott Coker die toen de tijd uh, Strikeforce heeft opgebouwd en uh, aan de UFC heeft verkocht maar uh, daar is Marloes dus ook twee keer wereldkampioen geweest. Als dus Koker is altijd heel erg gecharmeerd geweest van haar en ja. mm. van haar festel. En daarom heeft hij haar ook weer een goede uh, uh, ja. 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 Ik vind het zo'n een leuke zijsprong, wat voor een hele hoop mensen niet weten is wat er, uh, wat, uh, wat, uh, wat er achter de schermen uh, afspeelt. Wat houdt een contract in voor zo'n organisatie? Ik bedoel, hoe vast is het? Hoe gaat het met de kosten? Ik bedoel, we hebben te maken met gages die naar trainers gaan, naar een training camp. Mensen hebben geen idee dat je ook je trainingspartners moet betalen omdat ja. je ze zes weken lang in elkaar mag uh, ja. beuken. Ja. Kan je daar eens wat uit over uitleggen over uh, hoe, hoe dat in zijn werk gaat in het algemeen? Uh, over training camp of wat Nou dit? ja, gewoon het, het hele idee van uh, wat achter de schermen met de contracten, hoe dat in elkaar zit, uh, hoe vast is een contract, of ben je, heb je eigenlijk een contract dat niks betekent, dan kunnen ze op een moment kutten. Nou, over het algemeen wordt er, dat, wat je nou tegenwoordig veel ziet, is dat uh, de organisaties proberen veelal een, een tweejarig contract af te sluiten mm -hmm. met een x aantal partijen per jaar. En dat varieert vaak tussen de drie en vier partijen per jaar, wat er dan wordt afgesproken. Dus dat is wat je dan vecht, waar je wat op contract staat. Dat is ook wel dus eens per drie je, maanden eigenlijk. Dat is eens per drie maanden, ja. En um, uh, dat is eigenlijk ook wat er over het algemeen gegarandeerd tussen aanhalingstekens wordt. En, um, Want wat, betek, betek, wat, wat betekent die garantie tussen aanhalingstekens? Um, het contract staat negen uh, van de tien keer bij de grotere evenementen, heb ik het dan over Over een One FC, over een Bellator, over een UFC, uh, w, uh, WSOF bijvoorbeeld. Die, uh, die, die zeggen dan tegen jou, oké, okay, of Glory, die zeggen tegen jou, oké, okay, je, uh, je krijgt een contract bij ons, maar dat is wel exclusief. Dus je mag alleen bij ons vechten en bij geen enkele andere organisatie. Mm -hmm. Wij geven jou drie tot vier partijen, ik noem maar een voorbeeld, per jaar, voor twee jaar lang. Ja. Dan heb jij een soort van zekerheid dat je vecht. Maar er staat altijd een clausule in dat ze jou altijd kunnen ontslaan, uh, bijvoorbeeld. Uh, als jij je misdraagt. Stel je bent de, de warmachine en je bent, tuigt ja. je porno-actrice-vriendinnetje af. Ja. En dat komt in het nieuws, dan mogen ze ontslaan. Dan mogen ze ja. ja. Dat, uh, dan, uh, dan, uh, dan werk je niet mee aan de goede naam van, uh, van nee, Belletop. Uh, Terecht ook, ja. ja. Uh, dat, dat is een van de redenen. Daarnaast is het zo: als jij bijvoorbeeld twee of drie keer achter elkaar verliest, kansloos binnen de eerste minuut, ja. dan ziet die promotor waarschijnlijk ook geen hel meer in jou. Want waarom zouden mensen dan nog naar jou willen komen kijken? Mm -hmm. Ja. Uh, een reden kan zijn als je bijvoorbeeld twee of drie keer je gewicht mist tijdens, uh, tijdens de weging die een dag van tevoren plaatsvindt. Yeah. Uh, de contract weight is gewoon, oké, okay, je moet uh, we zeggen 70 kilo wegen en je komt twee keer aan op 74 kilo. En je ja. haalt je gewicht niet. Dat kan heel erg vervelend zijn voor promotors. Kan de partij, ja. niet kan de partij ja. bijvoorbeeld niet doorgaan. En uh, dan kunnen ze jou daarvoor ontslaan. Ik vind het en, en het is trouwens automatisch onprofessioneel dat het nog steeds gebeurt. Ook voor ja. gasten die voor drie ton staan te knoppen. Ja, dat, onvoorstelbaar. dat is onvoorstelbaar. Ja. Want uh, vervolgens staat er wel een bedrag per partij in het contract vermeld. Ja, en dat is de, de salaris. Eigenlijk. Over het algemeen staat daar een, een, een bedrag tegenover. En dat bedrag kan uit verschillende componenten worden opgebouwd. Wat je hmm. veel ziet is dat je een standaardbedrag hebt. Een, je je stadgage, om het zo maar te zeggen. Ja. Daarnaast komt er een winbonus vaak bij. Dat is omdat mensen zeggen van nou goed. Uh, doe je best maar even en laat maar eens even zien uh, wat je kan en, mm -hmm. en dat is natuurlijk voor de promotor aantrekkelijk omdat hij niet gelijk de hoofdprijs moet betalen maar uh, tegelijkertijd ook de vechten stimuleert om echt alles uit de kast te halen om die mm -hmm. partij te winnen ja. en daarnaast is, hebben ze ook nog wel eens een submission of ko bonus dus mocht je win, een wedstrijd winnen door middel van een armklem of verweging of met een knock-out omdat, omdat het spectaculairder het is. Spectaculair is krijg je nog een keer een extra bonus. Ja, ja. En mogen we ook vragen: wat zijn dan de verhoudingen? Is je startgage bijvoorbeeld 80% van het verhaal? Of hebben ze het zo slim ingericht dat, ja, dat het 50-50 is en dat, dat je kan. extra gemotiveerd bent om. Ja, dat goed kan. Dat, dat, dat ligt een beetje aan je management natuurlijk. Ja. Uh, ligt een beetje aan vanuit welke positie kom je. Uh, uh, heb jij bijvoorbeeld uh, bij de ene organisatie drie, drie partijen, de laatste drie partijen verloren en je krijgt nog weer een kans bij een andere organisatie. Ja, heb je iets ja, minder, je minder ja. ja, Of ben jij ondertussen al de kampioen. Uh, bij, uh, bij de ene organisatie en je bent contractvrij, ja, dan zou je natuurlijk uh, bij de andere organisatie een veel betere deal kunnen krijgen. En dat is puur een, managementspelletje. Uh, gewoon een management spelletje. Mm -hmm. Maar uh, er zijn, stru er zijn uh, uh, structuren waarbij je bijvoorbeeld, uh, nou laten we zeggen, heel makkelijk, even duizend dollar krijgt om te starten, Duizend dollar bij winst en duizend dollar mm. uh, ja, bij mission ja, ja, ja. bonus. Dus dat kan op die manier opgebouwd zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, inderdaad, dat je zegt van nou. Uh, laten we zeggen, 10.000 dollar om te starten. En 2000 windbonus en 2000 ja. KO-bonus. Ja. Uh. Uh. Als je dus professioneel vechter bent, is dat in principe je basissalaris waar je, van, ja. waar je het van moet rooien. En de ja. meeste vechters die hebben dan misschien iets van een sportschool waar ze wat inkomsten uit pakken. Je hebt sponsoren ja. waar je nog wat dingetjes mee doet. Ja. En dat is dan eigenlijk gewoon je salaris. Ja, dat is dan je salaris en daar moet je alles van betalen. Ja. Ja. Waar gaat zo'n gage dan op? Stel dat uh, zo'n Marlis krijgt een partij je gaat er zes weken voor trainen. Tenminste, ja. dat is het gemiddelde trainingscamp. Waar, ja. waar gaat dat dan op? Nou, over het algemeen, De meeste vechters die hebben, een, 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 die hebben natuurlijk vaste trainers en die hebben een vast management team. Uh, dus dan gaat een gedeelte naar het managementteam, die, die de onderhandelingen doet. die het hoogst en het best mogelijke deel, hoogst mogelijk eruit haalt en de best mogelijke deal voor jou regelt. Mm -hmm. die ook de sponsors regelt, et cetera, et cetera. En, uh, en soms ook nog wel de spaankpartners. Ze ligt een beetje aan de constructie, ligt aan hoeveel iemand vindt als iemand 500 euro verdient. Ja. Dat is natuurlijk moeilijker om spaankpartners te regelen en et cetera, et cetera. Want is dat ook iets wat uh, in Amerika doen ze dat al heel veel? Dat gebeurt tegenwoordig in Nederland dus ook gewoon echt training camps? ja ik ben persoonlijk geen voorstander van training camps. Ik uh, ben voorstander van, oké, okay, op 70 tot 80 procent het hele jaar doorzitten en dan mm. pieken naar 100 procent. Mm. En ik ben juist overtuigd van uh, de familiesfeer. Dus, oké, okay, uh, wij strijden samen en de ene keer sta ik in dienst van jou. Als jij een wedstrijd hebt en de volgende keer sta je dienst van mij als ik ja. een wedstrijd heb. We zijn ja. één team en we strijden samen voor het hoogst haalbare. Mm -hmm. Je kan natuurlijk eens een keer iemand, uh, specifiek iemand ophalen uit het, uh, uit het buitenland of uit uh, Nederland van een andere sportschool ja. die een bepaalde stijl heeft die precies jouw tegenstander kan nadoen. Bijvoorbeeld. Ja, dus dat want dat kan interessant je, zijn. Heb je ook niet als je vers materiaal in je gym krijgt, zeg maar, dat je leercurve weer een stukje steiler wordt. Want nou ja, wat natuurlijk ook zo is als je uh, constant met dezelfde jongens rot op een gegeven moment weet je ook wel een beetje oh, ja. daar liggen zwakke dingen dat ze oh, ik ga het hier op ja. opgooien want ik ja. weet dat hij daar slecht tegen kan ja. maar dat, dat kan je natuurlijk als trainer weer bijsturen om te zeggen van oké okay, je gaat de ene beperken bijvoorbeeld ja, 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 ja. of je gaat uh, sneller laten wisselen dus eentje krijgt twee of drie verse tegenstanders in één ronde bijvoorbeeld ja. uh, etcetera etcetera en dan heb je bepaalde Shark Tank ja 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 wat ja. 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 wat vind je op dit moment de beste teams die er op dit moment zijn in de wereld ja Ah, Greg Jackson doet natuurlijk hartstikke goed. Dat komt ook omdat daar uh, John Jones zit, uh, onder andere, en nog een aantal goede vechters. Ik vind, uh, ik vind eigenlijk, Cesar Gracie vond ik ook altijd heel erg goed in Amerika. Nick Diaz, Nate Diaz, uh, uh, Gilbert Melendez, uh, Jake Shields. Ronda Rousey. Ronda Rousey traint daar ook inderdaad. Ja. Ja. Dat dus zijn de goede, goede jongens. Um, AKA zit dus natuurlijk uh, Daniel Cormier en Kane uh, Velasquez. Ja. Uh, team Nogueira, ook een heel sterk team. Noguera, vroeger was het natuurlijk bezin een topteam. Toen werd het Black House en dan een beetje Team Nogueira. Ja, en daar uh, ja, zit ja, natuurlijk ja. een Anderson Silva bij, de Noguera-broers allebei. En nog een aantal ja. goede Brazilianen. Ik heb ook een zwaar kicker-facility, maar daar nou geweest ja. in uh, Brazilië. Ja. Zit hm. in Grisje, of zit in uh, Bahia. En het is zegt een state-of-the-art uh, gym. Ja. Met, uh, als je dan kijkt naar het Brazilian Top Team, dan ben ik ook geweest en dan kom je binnen. Het is letterlijk gewoon een mat met een gat van 4 uh, meter in het plafond om wat stof. En nog net de duiven niet doorheen vliegen. <laughs> het is echt echt old-school. Met, ja. met dat Brazilian Top Team-logoetje wat er 20 jaar geleden opgespoten is. <laughs> ja. en als je dan kijkt naar een uh, Nogueira, die gewoon, uh, ik denk ook wel wat meer de commerciële uh, kant heeft ja. geraakt. Hij is gewoon een state-of-the-art gym. En, ja. uh, maar heb je echt meer nodig als die mat? Met ja, ik, ja, ik, vind, ik, ik vind dat uh, Noguera, als je nou kijkt naar zijn dingen... en dat heeft hij ook aangegeven in zijn laatste interviews... hij doet het heel erg goed. Hij is nou, wat je zegt, een beetje de commerciële kant op gegaan... en die richt zich nou meer op de franchise van zijn gyms. Ja. En die heeft nou... Ik, ik, misschien heeft hij al wel 30 gyms nou Door ja. de wereld en door Brazilië heen... en Europa en Amerika, et cetera, et cetera. En dat doet hij heel erg goed. Hij is nou bezig met vrouwen, het meer mainstream maken, mm -hmm. weet je wel. En dat is ook natuurlijk een goed ding. Maar om te kijken, echt de pure fight gems. Ja, ah, ik denk als je uh, zeker als een Nederlander als, uh, of in Nederland uh, of misschien zelfs wel in Europa of in de hele wereld. Dat uh, als je leren bent, je hebt een school. 5% van je school is wedstrijdvechter. Ja. En daar ga je niet je geld mee verdienen. Het gaat nee. om die andere ja. 95% ja. die gewoon recreatief lekker komt trainen. En, ja. en die zich ook gewoon lekker wil voelen. En uh, ook ja, voor het gevoel in zijn kooi wil trainen. Ja. Weet je ja, of je moet toevallig. Uh, Bijvoorbeeld het trainer van NS Silva Silver zijn of voor GSP. Ja. Uh, ja, kijk, dan heb je natuurlijk een, uh, een, uh, een cash-cow, om het zo maar te zeggen. Daar ja. kan je geld goed mee verdienen. Alleen ja. is ook werken, dat is ook jaren van investeringen. En als je dat dan weer gaat terugrekenen, uh, van oké, okay, uh, ik heb me alleen gericht op, uh, op, op recreanten en ik heb 1500 uh, ja. leden zoals bijvoorbeeld Hensel uh, uh, Gracie in New York. Die heeft gewoon volgens mij 1500 leden die gewoon... Uh, Volgens mij 200, 250 dollar per, uh, ja. per maand betalen. Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, dan doe je het ook vrij goed. En Daar kun je de huren op... van betalen, ja. Ja, ja dat kan je het, uh, de regio. Het is Tussen ja. de regio en het... Uh, zeker in Amerika waar je gewoon uh, absoluut je geld in mee kan verdienen. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een Braulio Estima. Die ik persoonlijk persoonlijke uh, wereldkampioen uh, bij ADCC. Ja. Een Braziliaanse jiu die mee mocht. Uh, die is een paar keer meegekomen voor George St-Pierre zijn, uh, zijn trainingskamp. Ja. Werd gewoon overgevlogen, kreeg daar een x percentage of kreeg daar gewoon een bedrag voor, mocht daar seminars geven. En die seminars werden ook gewoon uh, dik betaald. Ja sliep dus liep eventjes twee weken met vier man op een hotelkamer en uh, werd gefine-tuned. En wel ook weer een mooie ervaring. Dus voor dat ja. soort gasten is het natuurlijk ook fantastisch om zo. Uh, ja. Ja. ja, dat is zeker. Brouwio is ook een van de beste, inderdaad, zoals dat je zegt in de wereld. En uh, ja goed, het ligt eraan waar, waar uh, leg jij je focus op. Hè? Kijk, wil jij je focus leggen op uh, recreanten, dan zit daar echt een business case in. Maar ik vind gewoon, als je iets, als je iets doet, dan moet je het met passie doen. En op mm -hmm. het moment dat jij zegt van ik ga een, een goede commerciële sportschool uit de grond stampen. Nou ja, wat nogera doet is hartstikke goed, weet je wel. En ja. hij doet dat natuurlijk niet zelf, die heeft daar mensen voor die dat doen. Mm -hmm. hij, hij, uh, mm -hmm. hij, hij kijkt daar vanaf boven wel mee. Ja. En hij doet gewoon wat hij moet doen daarvoor. En dat, dat is een hele goede... Uh, hele goede uh, een hele goede business case. Alleen als jij bijvoorbeeld uh, je puur wil richten op wedstrijdsporters. En je wil dan. Kijk, ik ben iemand. Ik, ga, ik, ik kan gewoon recreanten gewoon heel moeilijk lesgeven. Dat, ja. uh, dat vind ik moeilijk. Kost me veel energie, terwijl ik echt passie heb om uh, toppers te maken, wereldkampioenen te Is maken. Is dat ook omdat je daar ook dat stukje passie mist wat je misschien nodig hebt om een topper te zijn? Want je, je zegt nu een aantal keren passie. Is dat ook een van de eigenschappen die mensen die het ver gaan schoppen, zeg maar in de sport? Ja. Als eerste moeten hebben. Ja vind ik passie wel passie ervoor. Ja, ik, je, moet, je moet passie hebben. Als je niet uit passie handelt, en of het nou een passie is voor uh, podcast maken, voedingssupplementen verkopen, sportschool openen. Uh, ja. Maakt niet uit wat je doet. Als je er geen passie achter zit, dan kan je maar zoveel doen. Ja. Op het moment dat je iets doet vanuit je hart, vanuit je innerlijk, vanuit je wat, wat, wat brandend vuur in je. Ja. Dan, je, kan je alleen, dan kan je alleen de top bereiken. En dat is ook wat ik zeg. Dat ik, ik denk ook dat dat mijn kracht is. Uh, wat ik al zei, bijvoorbeeld een Brawley Estima, die is veel beter dan ik op de grond. Die kent mm. veel meer technieken. Alleen, uh, ik heb meer wereldkampioenen dan hij gemaakt in het MMA. Ja. En dat heeft te maken met, oké, okay, ik zet mij puur voor die jongens in en voor die meisjes in. En, en uh, dat is gewoon, denk ik, wat je meegeeft. En wat je zegt, die teams weer, die, die, je moet dat, die mensen bij elkaar houden. Je moet dus mm. elke training het beste uit zichzelf naar boven laten halen. Mm. Wat zou je mee willen geven aan de. Je hebt nu een, po, een jongen uit Polen die bij jou komt trainen. Die wat ik wel mooi vind, die eigenlijk al met het doel komt van ik ga hier gewoon fucking kampioen worden. Ja. En voor die ja. tijd ga ik niet weg. Kijk, daar heul... hou ook van. Dat is passie. Ja, maar heel veel mensen komen, uh, en ik herken mezelf daar een beetje in, dat op een gegeven moment toen ik jong was, ik wist nooit goed wat ik wilde. En ik ja. vond alles interessant. En uh, tuurlijk, als je dan iemand uh, zag ik een Remco Vechten ja. of een jongens als jullie, dan dacht ik ook van ja, dat wil ik ook. Ja. Volgende moment zag ik wat anders dacht ik van ja, dat wil ik. Ja. Wat zou je willen meegeven aan degene, aan de jonge uh, MMA-vechter die, uh, die dit hoort en die denkt van ja, dit, ook, dit klinkt gewoon goed, ik wil dat ook. Wat is een stappenplan zodat hij gewoon, uh, daarin kan meegroeien. Zonder dat hij daar alles voor moet opgeven. Hè? Want sommigen beslissen ook vaak uit emotie, maken daardoor de verkeerde beslissingen. Wat is een goed stappenplan voor iemand die zich gewoon uh, een weg wil, wil werken naar de top in het MMA? Um, ik denk dat je wel alles moet opgeven. En, um, kampioen worden is heel veel doen, is heel hard trainen. is echt alles voor doen. Maar er is nog, je moet nog veel meer ervoor laten. Mm -hmm. En die weg is keihard. En je moet zorgen dat je bij de beste zit. Want op het moment dat je met de beste traint, dan word je zelf ook de beste. Mm -hmm. Je moet zorgen dat je goede mensen om je heen hebt. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Je ja. bent een product van je omgeving. Maar je moet er vol voor gaan. En niet naar links of naar rechts krijgen. Nee, je moet er vol voor gaan. Want als je dat niet doet, als je steeds maar een bepaalde zekerheid hier of daar inbouwt, ja. dan uh, gaat het niet lukken. Ja. Uh, als jij heel goed bent in schrijven en je vindt schrijven het allerleukste wat er is. Dan moet je gewoon gaan schrijven. En dan kan je en gewoon puur op het focussen op het schrijven. Ook al denk je van ja, wat kan ik nou verdienen met schrijven? Mm -hmm. nou, ja, nou ik ga eens kijken naar degene die Harry Potter heeft geschreven. Ja. bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld heel leus, lezen heel leuk vindt, dan ga maar eens, uh, dan moet je alles, dan moet je gewoon focussen op lezen. Er zijn mm -hmm. genoeg banen te bedenken waardoor je door, waardoor je met lezen heel veel geld kan verdienen. bijvoorbeeld. Je moet gewoon gaan, 100% voor wat je wil. En als je dat ja. niet doet, en dat heb ik zelf ook meegemaakt in het verleden, dan gaat het niet lukken. Ja. En, en, en dat is echt heel erg belangrijk. Waarbij bij vechtsporten natuurlijk ook nog eens zo geldt dat je jezelf in een situatie brengt die op zich fysiek ook wel gevaarlijk is voor ja. je. Hè? Dan ja. gaat een persoon gaat echt proberen om jou knock-out te slaan. Ja. Dat is niet iets waar je zomaar even in aankloot. Ik bedoel, nee. daar moet je echt wel op voorbereiden. Dat moet je, dat moet je serieus behandelen. En, en, en degene die het gaan maken zijn degene die gewoon door blijven gaan. Mm. En, um, ze zeggen altijd, het is heel makkelijk om excuses te maken. Ja, maar ja, hoe moet ik dan rondkomen? Mm. Hoe moet ik dan... Ik moet twee keer per dag trainen. Er zijn mogelijkheden om twee keer per dag te trainen, vijf dagen in de week. Mm -hmm. Maar daarnaast heb je ook nog een weekend. Ja. Daarnaast heb je ook nog de uren tussen je trainingen in. En ik zeg niet dat het optimaal is. Uh, maar of leuk. Je moet begin, nee, of leuk, maar je moet beginnen een keer. Mm -hmm. En uh, wat ik vroeger deed bijvoorbeeld... dan nou hebben we het over, over Remco toevallig een aantal keren gehad. Mm -hmm. Ik ging vroeger, zat ik op school... En dan woon ik in Diepfan bij mijn ouders. Dan pakte ik de fiets uh, naar het station hier. Dat, uh, dat duurde ongeveer 20 minuten. Dan pakte ik de trein naar, uh, naar Os. En dat was een uur en een kwartier. En dan ging ik dan uh, mijn huiswerk ging ik dan doen. Toen mm -hmm. zat ik op het EO en Enschede. En toen ging ik lopen naar de sportschool toe. Dat duurde nog weer een keer een kwartier. Mm. En dan ging ik er twee uurtjes trainen en dan ging ik hetzelfde trekken weer terug, kwam ik laat thuis om half, half één of zo. En dan ja, net over volgende... zeven uur kwijt of zo. Of? Ja, dan ging ja, ik de volgende dag weer naar school. En, of naar, naar de HO en dan ging ik weer verder studeren. Kijk, um, er zijn geen excuses. Nee. Uh, als je echt iets wil, dan kan het ook. Maar je moet je wel focussen. Je moet die focus hebben. Als je die focus niet hebt, dan uh, kan ik je nou alvast zeggen van dan gaat het niet worden. Ja. En zoals die Martin ook, die, die bij mij kwam, die Poolse QC uh, jongen. die zegt: uh, ik doe er alles voor. En die heeft het helemaal niet breed. Die heeft het helemaal niet dat hij gewoon lekker. Uh, makkelijk heeft. Nee, maar dat vormt zijn karakter wel. Ja. Hij heeft wel die focus en hij gaat het ook maken. Hij gaat ook kampioen worden. Dat weet ik zeker. Ja. Ja. Om naar de top te komen moet je gewoon bepaalde zaken ontberen, denk ik. Ja. Ja. Wel, en mensen zeggen dan van, uh, ja man, pff, uh, ik woon in uh, bijvoorbeeld die twee of uh, die twee broers die uh, ex van Saman, die wonen in huizen. Die rijden twee keer per dag heen en weer, hè, naar Deventer. Dus ja. uh, 100 kilometer heen, 100 kilometer terug. 's Avonds weer 100 kilometer heen, 100 kilometer terug. Ja, wat wil je? Wil je kampioen worden of wil je geen kampioen worden? Ja. Ja. Uiteindelijk is het inderdaad gewoon uh, wat je doet, dat telt. En niet waar je over na zit te denken ja. of over praten Nou ja, er zijn ja. geen tovermiddelen of magische formules voor nee. succes. Het is gewoon doen. Is één manier, het is ja. gewoon werken. Ja, dat is maar één manier. Ja. Dat is maar één manier. Schouders onder. Ja. 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 Er zijn denk ik genoeg mensen die echt superveel talent hebben gehad... en die waarvan we echt dachten van dat gaat het worden... en die het vervolgens gewoon niet hebben gered op, uh, ja. op een mindset inderdaad. Ja. Ja. Dat dan zou ik jou en... vertellen... Um, <clears throat> talent is heel erg belangrijk... En talent. Uh, ik werk om, uh, tegenwoordig werk ik heel, heel nauw samen met uh, dokter Erik Mortsen. Mm -hmm. Dat is een neuropsycholoog. En die heeft talent heeft hij, uh, objectief gemaakt. En dat heeft hij gedaan. Daar heeft een test ontwikkeld. Die man is zelf ook een bokser geweest. Hij heeft meegedaan met de wereldkampioenschappen boksen. Dus okay. een amateur. En die heeft een scholarship gekregen van uh, toen de tijd van Terpstra. Die is in, in Amerika gaan studeren in New York. Mm -hmm. Cornell uh, Universiteit. En daar heeft hij. Uh, eigenlijk ging hij het onderzoek doen om te kijken... van, wat gebeurt er nou met je brein na nou, al die klappen op je hoofd? Mm -hmm. wat, mm -hmm. gaat, wat is daar nou... Uh, Campy good. Ja, dat, dat kan hij, nou, wat is nou dat effect daarvan? En daar is hij testen naar gaan doen. En terwijl hij die testen en dat onderzoek deed... kwam hij tot een aantal conclusies. Hij heeft bijvoorbeeld ook Tyson getest... en alle topboxers mm -hmm. op dat moment in New York. Mm -hmm. Toen kwam hij tot een bepaalde conclusie. Hij denkt, hé, hey, wacht eens even... Die, Boxers die scoren op bepaalde gebieden, op bepaalde scores, ze heel hoog. Bijvoorbeeld de Thijssen, die scoort heel hoog op het gebied van intelligentie. Ook al, die jongen die is nog nooit naar school geweest, maar hij is mm -hmm. wel heel slim. Dat is misschien mm -hmm. Streetwise, ja. maar die is wel heel erg intelligent. En nog heel erg belangrijk is ook, hij heeft een, hij heeft een heel groot werkgeheugen, hij is heel creatief en hij kan heel snel informatie verwerken. Mm -hmm. Dus uh, ik zie daar een mooie poten van Mohammed Ali aan de, aan, de, aan, de, aan de muur hangen. Die man kon ook super snel informatie verwerken. Dat, en en hoe, hoe zie je dat? Dat kan je zien doordat op het moment dat hij, dat hij tegen iemand aan het vechten was... leek het alsof die andere in slow motion aan het vechten was. Mm -hmm. En hij die, die zag die stoten aankomen, ging mm -hmm. aan de gegeven Ja, de zijkant, we kennen we allemaal de beelden counterde. wel. Op het moment dat hij ene wilde aanhalen, had hij al vier keer gestoten, weet je wel. Mm het -hmm. heeft puur te maken met snelheid van informatieverwerking. Mm -hmm. En... Uh, Ali had een andere, had een heeft een andere fysiek dan Tyson, heeft een andere fysiek als Roy Jones Jr. Maar mm -hmm. ze zijn allemaal world class, super snel in verwerken. Uh, in heel creatief. En, en daardoor een heel groot uh, werkgeheugen. En nou, door die neurologische onderzoeken kon hij dat dus vaststellen. Kan je mensen. meten van oké, okay, ja, hoe, 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 hoe zit het in elkaar? Nou, daarnaast, en dan hebben we heb het net over gehad, talent, Wasted talent eigenlijk. Mm -hmm. die, uh, die mensen die wel uh, ja, die pakken heel snel dingen op. Die waren heel snel, kunnen de uh, dingen heel snel zien in de wedstrijd. En die verwerken dat goed en die kunnen ermee omgaan. Alleen. Ze missen die mentaliteit. En ja. ook dat heeft uh, die dokter Erik Matsen heeft dat in een bepaald... Uh, uh, die heeft er ook een, een testserie van gemaakt waarin hij gaat kijken van... Oké, okay, wat zijn zijn mot motivational factors eigenlijk? Mm -hmm. Dus hoe dominant ben jij? Hoe graag wil jij controle hebben over jezelf en over je omgeving? Ja, wat zorgt ja. ervoor dat als jij toch geen zin hebt dat je alsnog dat je aan de bak gaat? Ja. 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 Uh, hoe analytisch, analytisch ben je ingericht? Dus uh, hoe, hoe erg ben je geïnteresseerd in chit-chat en bla uh, bla bla, dat? Of mm -hmm. ga je straight to the point, bam, dit is voor mij belangrijk en dit ga ik gewoon doen. Ja. Kijk, en dat zijn een aantal dingen. Hoe erg kun je out of the box denken? Ja. Als je kijkt naar een John Jones bijvoorbeeld, je denkt gewoon helemaal out of the box. Ja. En die is heel snel in informatie verwerken. GSP heeft dat ook. Ja, ja wat een gevecht is en... eigenlijk gewoon een puzzel of een probleem om ja. op te lossen. Ja. Ja. En als je kijkt naar Van Persie, die, die, die ziet het ook. Die kan heel snel berekeningen maken. En dat heeft te maken met zijn intelligentie en zijn werkgeheugen. Ja. Die ziet heel snel berekeningen maken. En die, die, die springt in één keer in de lucht en die kopt zo een bal erin. Ja. Ik dacht, hoe kan dat nou? Hij, hij, die bal komt van achter. Hij ziet hem bijna niet aankomen, maar nee. hij heeft hem ergens in zijn ooghoek gezien. Hij kan heel snel berekeningen maken. Nee. En pam, raakt hij precies op het goede moment. Nou, dat heeft, GSP heeft dat. Dat heeft een, uh, Anderson Silva, dat heeft een John Jones. Dat mm -hmm. heeft uh, Marco Verbaste had het altijd. Dat heeft een Ali. Dat, dat, je kan ze mm -hmm. eigenlijk, als je nou gaat nadenken, Dan haal je ze er wel uit. Ja. En dat heeft heel erg veel te maken met werkgeheugen. Stelheid van informatiewerken. Maar daarnaast ook je karakter. Dominant. Het zijn allemaal dominante gasten. Die mm -hmm. bepalen gewoon ja. wat er in hun omgeving gebeurt. Daar willen ze controle over hebben. Ja. En die motivational factors die maken ook of jij, zeg maar die die Duitse mentaliteit hè van, hey, luister elke dag tegen de berg oplopen, mm -hmm. elke dag klimmen, elke dag tot het gaatje gaan. Ja. En, en op het moment dat je die combinatie hebt van die, die neurologische uh, hoge scores en je motivational factors, dus mm -hmm. neuropsychologische, ja, dan ben je heel erg, uh, dan, dan ben je world class, dan ben je van ja. een op een. En hij heeft dit in een soort standaard test gegoten of iets ja. Ja, nou, mijn, mijn, Kan mijn... ik dit doen als ik dit zou ja, doen? Ja, zou het kunnen doen inderdaad. Ja, mijn bijvoorbeeld uh, Hubert Geven, dat is ook een nieuw talent. Uh, ja, die jongen is twintig jaar, die heeft ondertussen ook al volgens mij 34 kickbokswedstrijden gewonnen, vier verloren, vier gelijk. En volgens mij maar, heb jij zijn vader uh, nog les gegeven voordat hij uh, geboren was. Ja, <laughs> ja klopt. En, uh, hij heeft volgens mij vijftien MMA-partijen gedaan, één of twee verloren, eentje in, in Korea en eentje hier volgens mij. Maar voor de, gewoon ook alles gewonnen, dus mm. die is 20 jaar. En die, die heeft nog een hele lange, uh, hele lange uh, weg te gaan, maar die scoorde heel hoog, ja. ook bij die. Bij die en dat, dat kwam eigenlijk zo, die, die neuropsycholoog die vroeg aan mij, stuur eens even wat jongens langs. Want ik wil eens eventjes kijken, ik wil die testen even met je. Guinea doen. Pigs. Wat, ja, wat vind je daar? Wat, wat, ik wil eens even jouw mening daarover horen. Dus ik denk, nou laat ik eerst even die Hubert sturen. Want mm. ik, ik denk dat dat wel een talentje is. Want eigenlijk weet je het zelf wel. Yeah. Ja. Maar je wil het eventjes objectief hebben. Nou we hebben we hem, uh, hem erheen gestuurd. En ik denk, uh, drie uur later kreeg ik al een telefoontje. Ja hoor, we hebben er weer een. Yeah. Ja, we hebben een winnaar. En dat bleek ook, die scoorde heel hoog. Mm. En die mensen moet je ook anders benaderen, die moet je ook anders lesgeven. Die ja. hoef je niet. Uh, uh, eén techniek 80 uh, uh, keer te laten gaan doen. zich vervelen waarschijnlijk ja, ook gaan zich vervelen uh, die moet je veel variatie aanbieden uh, die kan je in als je met andere combinatie van drie doet kan je met hem een combinatie van zes doen bijvoorbeeld ja. weet je wel? ook om het uitdagend te houden ja, voor hem uitdagend hmm. te houden out of the box andere dingen doen laat hem een beetje wat vrije ga hem niet in een keurslijf gieten nee ga gewoon Kijk, en dat zeg ik. Dat is heel erg belangrijk. Dat is als trainer is belangrijk dat je die talenten leert te herkennen en dat je die ook de ruimte geeft. Heel vaak is zo: "Hey, luister, dit is mijn weg." En zo en vooral de traditionele martial arts heeft dat. Dit is mijn weg en hier zo moet het. Nee, je moet kijken. Oké, hoe zit die in elkaar? Iemand in elkaar. Wat zijn zijn motivational factors? Weet je wel? Het is wel mooi dat neuropsychologisch al interesseert ons natuurlijk ook vanuit. van vanuit weet je wel? En de laatste tijd is een nieuw boek uitgekomen. dat heet uh, Rise of the Superman, geschreven door uh, Steven Kotler. En dat beschrijft hoe dat atleten in een bepaalde flow staat komen. En dat heeft hij proberen te meten. En dat zo'n flow staat, ja. je ziet het gewoon als zo'n Anderson Silva naar de ring toe loopt. Die helemaal in die die maakt zich in de zone. In. in de ja, zone, ja, dat de is het woord inderdaad. En uh, hij heeft het inderdaad onderzocht op verschillende manieren. En eigenlijk komt het tot de conclusie dat een hele hoop van dat soort atleten uh, zijn verslaafd aan de, die kick. Dus op het moment voor zo'n wedstrijd, of hij heeft het ook bij extreme sporters gedaan, als gasten die in één keer van een 200 meter berg afgaan met, uh, met een snowboardje. Dat op het moment als ze daarmee beginnen en uh, er zit een, uh, een gevarenkans in, van letterlijk leven of dood, of in ieder geval dat, wat het oproept, mm. maar oproept bij, je, bij je oerbrein, dat dat in één keer ervoor zorgt dat je, dat je in die staat komt. En ja. uh, daarbij ook uh, de, uh, durven veranderen, dus uit, uit die comfortzone durven te komen. En ik denk dat heel veel sporters op een gegeven moment uh, uh, op de automatische piloot gaan werken. Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, uh, wat jij zegt, uh, dat, dat is inderdaad zo. Maar het, het, dan ga je weer terug van wat voor persoon is het? Mm -hmm. Klapt diegene dicht? Of ja. krijgt hij juist power van? Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn ik, ik noem altijd mijn broer, uh, mijn overleden vriend Andy Jekel. Dus uh, ik, volgens mij is zes of zeven keer kampioen van Nederland met worstel zwaargewicht. Ja. Die was heel erg bang van tevoren voor een wedstrijd. Maar op het moment dat hij er stond. Nou, dan maakte die, die, die angst, dat, dat, dat kwam uh, dat zet zich om in een positie wat je zegt, die stress van uh, leven of dood. Dat ja, werd in een fight keer, or flight? Ja, hij, hij kreeg dit survivor-mode ging aan. En ja. dan, dan konden ze met z'n tienen in die ring staan, maar dat maakte dan niet meer uit. Maar van tevoren was echt die angst en die druk. En in één keer bam kom je in die flow. En dan oké ja. dan ga je. Maar wat ga je doen? Wat ga je doen? Ga je, ga je rennen? Of ga je in de aanval, weet je? Ja, ja. Ja, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe iemand. Het begint al bij iemand zijn jeugd, weet je. Hoe is ja. hij opgegroeid in welke ja. situaties? Want een paniek situatie. Die kan je ook. Uh, weet je, als je op je achttiende in de ring staat en je hebt in één keer een panieksituatie. Ja. Die je doet denken aan iets wat vroeger in jouw uh, in je ja. jeugd is gebeurd of wat mm -hmm. dan ook, dan kan dat zelfs in één keer effect hebben op hoe dat je daarmee omgaat. Ja, klopt. Ja, en uh, ik denk dat je het heel erg kan trainen. Ik denk dat uh, uh, ja, wat je nu al beschrijft, het ja. is gewoon een nieuw science, weet je wel. Dat is gewoon een nieuwe. En ik denk dat in de toekomst dat veel meer atleten daar naartoe gaan kijken. Ik bedoel, sportpsychologen krijgen een ja. steeds belangrijke ja. rol. En ik denk ook wel dat we in de praktijk genoeg vechters hebben gezien waarvan we dachten. Uh, en ik herken ik inclusief bij mezelf dat ik gewoon een. Uh, 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 Paralyzes by analyzes. Dat je op een gegeven moment gewoon alleen maar ligt te overanalyseren in een gevecht. En ja. dat je daardoor eigenlijk niks meer loopt. Nee, ja. dus ja. Je ja. zit ja, niet in die focuszone. En dat komt ook door te veel denken en te doen. Ja. Het uh, is bijzonder en, en dat is ook heel erg aan je leraar. Van, oké, okay, Die moet dat leren herkennen. Of die kan het in één keer zien in de wedstrijd. En die kan jou daar ook in trainen. Van oké, okay, uh, hij liep vast daar en daar. Nou oké, okay, dan gaan we daar naar kijken. Gaan we het met z'n tweeën over hebben. Want dat is ook eigenlijk een soort van psycholoog, hè. Mm -hmm. Ja, want je hebt dat natuurlijk best wel vaak zien gebeuren. Dat mensen op de ja. prem echt dichtklappen. Ja, vaststaan. En dan ga je, ga je vragen, hoe kan dat? Weet je wel? Mm -hmm. hoe was dat, heeft dat te maken met hoe je de wedstrijd inging? Kwam je in die flow of kwam je niet in die flow? Oh. Kwam je... Um, heb je bepaalde dingen niet goed voorbereid of voel die ergens niet lekker? Wat ik bijvoorbeeld ook nooit doe. Mensen zeggen altijd uh, gameplan dit, gameplan mm. dat, uh, training dat, dat zijn allemaal populaire woorden hè, tegenwoordig. Hè? Training camp en, en, en uh, gameplans. Oké, okay, ik, ik zeg niet dat ik nooit een gameplan heb voor mijn jongens. Maar ik heb nooit een strik gameplan. Want op het moment dat jouw gameplan niet werkt ja, ja en afhankelijk. Ja, maar dan, 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 ik, de... dan raak je in paniek, dus. Ja. En dan denk ik van: wow, wacht eens even. Het lukt allemaal niet. Je aan het moet... begin zeiden we het al. Hè? Ja, Iedereen dus heeft een dan... plan totdat je geraakt wordt. Ja, dus je moet gewoon een hele brede basis hebben. En wat ik altijd doe, ik maak voor elke. voor, 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 voor mijn top mensen, zeg maar, die in de ring staan. op hoog niveau vechten, maak een SWOT-analyse. Oké, okay, uh, dit is een SWOT-analyse. En ik geef een advies mee. Mm. SWOT dannaar... zijn de strengths, weaknesses, ja. opportunities en threats? Ja, precies. Ja. En, en die. Uh, uh, en ik geef tijdens de training geef ik een hele brede basis mee. Maar steeds stuur ik aan op een bepaald onderdeel. Wat voor kan komen, weet je wel. Mm -hmm. Wat heel vaak voorkomt bij een bepaalde vechter waar uh, hij of zij tegen staat. Dus ik, wil dat, ik, ik maak het best wel breed. Omdat, je niet, omdat ik geen situatie wil hebben in de ring. Ja, want je kan niet voorspellen hoe het gaat lopen. Nee, precies. Maar sommige mensen zeggen: oké, okay, je gaat zo openen. Of hij gaat zo en zo openen. En dan ga jij op die manier op reageren. En dan opent hij anders. En dan ja. begin je wedstrijd alweer heel kloot. Het is eigenlijk ook gewoon ja. een soort schaakspelletje tussen de ja. coaches. Ja, ja precies. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk dat iedereen links en rechts voor kan vechten. Mm -hmm. Ik heb uh, situatie gehad, Vincent, uh, de eerste keer dat hij One OneFC vocht, vocht hij tegen je ook een, een Nederlander. Uh, dus, uh, ondertussen zijn het eigenlijk uh, vrienden geworden, mm -hmm. Willy Nie en, en, en Vincent Latour zijn. gewoon gaan heel goed met elkaar om. Leuk. En uh, Vincent stond over het algemeen links voor. Toen heb ik tegen hem gezegd, ga tegenover elkaar staan, links voor naar achter. Op het moment dat het gaat beginnen, ga je rechts voor staan. Oh, wacht eens even. Dus ja, die... dan moet hij gaan denken. Ja, dan moet hij in één keer omschakelen. Ja. En... Ik wil dat jij uh, mijn mensen moeten zowel linksvoor als rechtsvoor kunnen vechten en ook tegen mensen die links en rechtsvoor kunnen staan. Mm, ja. Dus daarom wil ik dat zo breed mogelijk houden. Ja, want gemiddeld wat je weet genomen wat het gebeurt. Gemiddeld genomen is het zo dat de meeste mensen, omdat ze rechtsbenen zijn, linksvoor staan. Ja. Dus iedereen is gewend om te vechten met mensen die met linkerbeen voorstaan. Ja, en ja. als iemand die zelf ook wel eens heeft gekickboxt, is het heel verwarrend als iemand plots ja. een zuidpoot blijkt, En dus ja. met rechtsvoor staat en linkshandig is. Ja. Sia bijvoorbeeld, uh, Sia Baudesard is ondertussen of toen de tijd onder, uh, onder mijn leiding is hij drie keer wereldkampioen bij Shooto geworden in Japan mm. en in Brazilië. Heeft hij de wedstrijd gevochten? Maar de eerste keer dat hij vocht in Japan, vocht tegen iemand die altijd links vocht. Mm. Terwijl hij, toen hij tegen SIA ging staan, stond hij rechts voor in één keer. Mm -hmm. Maar wij konden heel snel op aanpassen. En uh, hij heeft de wedstrijd gewonnen voor de wereldtitel. Dus ja, uh, ja als je al helemaal in één keer van slag bent, ja. Ja, dan is het een. Ja, dat keer, komt als je op training het al bij een aanraking bent geweest, Is het ja. dan een keer minder een probleem. Ja, ja oké. Ja. Leuk. Ja, zeker, man. Snap ik. Hey, ik wil nog eventjes. Uh... Terugkomen op uh, de neuropsychologische aspecten waar we net over hebben gehad. Onze ja. show wordt mede mogelijk gemaakt door, door Nutrofit. En, uh, Nutrofit die verkoopt onder andere uh, Nootopica. Zoals je hier ziet. Uh, we hebben onder andere een product Alpha Brain. wat ervoor zorgt dat je neurotransmitters in je, uh, in je brein uh, makkelijker functioneren of beter aangevuld worden. En je moet het eigenlijk zo zien dat je op basis van te weinig slaap, door stress, uh, door niet goed eten. Overtrainen dat je in één keer uh, ja, eigenlijk gewoon niet genoeg voedingsstoffen in je, in, je, in je lichaam hebt om, uh, om, te, om te kunnen werken. Uh, om dat optimaal te kunnen laten functioneren. En daar hebben we dus een uh, product voor: Brain uh, wat er eigenlijk voor zorgt dat je beter kan focussen. Dat je geheugen beter wil uh, beter werken. En uh, ik merkte het eigenlijk vooral heel erg de eerste keer. Uh, ik moest het drie keer doen voordat ik echt even het effect merkte. Maar toen mm. ik op een gegeven moment uh, ging ik ook trainen, moest ik een uurtje rijden op en neer. Na zo'n training helemaal gesloopt. En normaal reek ik altijd een beetje in zo'n waas terug naar huis. En dacht ik, <laughs> oh ja, ik ben thuis. Ik <laughs> ken hem vast allemaal al. Pijn in vingers, ellebogen. Maar op een gegeven moment merkte ik, toen ik dit had gepakt, dat ik uh, de derde dag, dat ik in één dag van... Mijn lichaam is echt helemaal zo en moe. Maar uh, mijn hoofd is echt nog kraakhelder. Ja. En uh, ik merk nu echt dat als ik dit ochtends pak, uh, ik heb een drukke baan. Uh, gemiddeld uh, de afgelopen weken maak ik 84 uur per week mm. uh, waar ik me nog steeds goed bij voel. Want ik, uh, ik doe uh, de passie, die heb ik in wat ik doe, ja, en, uh, Maar ik merk wel dat uh, uh, nootropica als elfverbreen zeker bij, uh, bij helpt. Um, ik zou zeggen, uh, kijk eens een keertje bij ons op de website. Uh, Nutrofit is dus N O O T-R-O. Fit en eigenlijk verkopen we, een, uh, we zijn distributeur van het Amerikaans merk Onet die ook erg actief is met het sponsoren van MMA-vechters en uh, uh, onder andere uh, Joe Rogan een bekend figuur in, in, um, in de vechtsportscene. zien die is deels eigenaar van deze uh, van, de, van dit bedrijf en is ook een uh, groot aanhanger van natuurlijk en biologische producten ja. dus eigenlijk alles wat je bij ons koopt is uh, fully natural. Je hebt hem ook geprobeerd hè de Alpha Brain? Ja 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 inderdaad zoals je zegt je blijft lekker scherp. Uh, ook al ben je moe, of vooral uh, als ik uh, een belangrijke besprekingen heb op een dag ook. Het is toch wel fijn als je zo'n uh, alpha brain uh, achter de hand hebt. Waardoor je lekker scherp kan blijven en van de ene naar de andere meeting. Ja. kunt gaan en scherp. Uh, ja. Je kop erbij houden als het ware. Ik heb nog wel eens workshopjes. En ik neem er altijd twee uh, ongeveer een uurtje voor een workshop. En ik merk gewoon altijd dat soms heb je dat dan, dan vloeit het verhaal lekker. Het lijkt wel alsof ja. Ja, het komt er beter en soepeler uit. De ja. Woorden komen makkelijker tot je en zo. Dus dat is ja. op zich wel ja. Oké, okay, lijkt me een mooie afsluiter. Um, jullie kunnen naar de website gaan. Nogmaals, Nutrofit.nl uh, gebruik de code eindbasen. En je hebt 5% korting op je op je bestelling. Um, ik vond het echt een kikker eerste podcast. Ja, ik vond het echt super. En dit was sowieso de beste podcast ooit. <laughs> ja, ja, ja Dat wel. kan ook niet <laughs> anders op dit moment. Maar ja. Ja. Maar ik denk zeker dat we... bedoel, uh, wij hebben niet zozeer een, een seizoen of een... Wij gaan dit gewoon doen. En we hebben gezegd dat we 300 afleveringen gaan doen yes. in ieder geval. En uh, ik hoop dat je zeker nog een keertje terugkomt. Ja, graag. Ik, uh, ik ben heel erg blij dat ik Stop. hier als eerste mocht zijn. En uh, ik uh, zie dat ook als een eer. En uh, ja, ik hoop uh, snel een keertje weer terug te mogen zijn. Perfect. Tuurlijk. Ik uh, hoop dat, uh, dat je business uh, of je nieuwe sportschool uh, goed van de grond komt. Ja. En, uh, als het allemaal zover is, dan uh, laat het even weten en dan komen we weer uh, bij elkaar. Nou, hartstikke, hartstikke goed. Wil ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken als jullie het niet erg vinden om mijn uh, nieuwe boek te promoten. Tuurlijk. Oh nee, we hebben het er... niet over gehad man. Ja, je je is de 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 dat had je er best wel in mogen gooien ja. trouwens, ik ja. Me ja, ik kwam er ook net even. Niet zo ja. bescheiden, ja. niet Je had het, zo over, je ja. het over Alpha Brand en ineens begonnen dingen weer te werken. Oh ja, we ja, ja, nou kunnen hier ook nog even, even iets spullen. Ja. Ik ja. heb ook een business. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar je mag even, absoluut. Want jij hebt recentelijk een boek uitgebracht, samen met Edgar Kruining. Daar ben je al best wel lang mee aan het werk. En ja, ook deels vanuit die passie die je hebt voor versport wil je dat graag aan een zo breed mogelijk publiek uitmeten. Als ik dat boek koop, wat krijg ik precies? Nou, er, staat, er staat een stukje theorie in. Ook uh, geschiedenis. Uh, hoe, is, hoe heeft kruist, de krijgkunst heeft zich ontwikkeld tot de moderne MMA-versies, die er op dit mm -hmm. moment uh, zo populair zijn in de wereld? Uh, daarnaast zit er een stukje van: oké, okay, filosofie. Hoe, ga je met, uh, hoe, zie, hoe kijk ik tegen MMA aan? Welke verschillende fases heb je in het MMA? Mm -hmm. Etcetera, etcetera. Er wordt heel erg uitgewerkt. Een stukje over Shuto, de ontwikkeling daarvan. Uh, in, uh, in Japan en in het, uh, in het buitenland. En uh, daarnaast. Uh, ja, heel veel technieken, meer dan 100 technieken, wow. meer dan uh, 200 bladzijden. Alleen maar Ze grondwerk of ook staand werk? Uh, alles, het mm. alles. hele MMA aspect. Uh, meer dan 700 foto's ook, dus het is heel makkelijk voor iedereen te begrijpen, heel makkelijk voor iedereen uh, te zien. en uh, ja, Het heet de uh, Essences of Mixed Martial Arts, dus de essentiële dingen die je nodig hebt om uh, in, in het Mixed Martial Arts, uh, kom je daar tegen. En uh, zo, wat ik al zei, zowel van het... Uh, Waarom starke. heb je eigenlijk gekozen voor een, uh, voor een boekvorm? Want je ziet onwijs veel online systemen met video's en ja. YouTube. Juist en, daarom denk ik. Uh, uh, ja, een boek. Ja, ja, ja. Kijk, um, een boek is toch iets. Kijk, een, een, een dvd is leuk, uh, dat kijk je. En dat is, dat, is makkelijk om te, dat is makkelijk om te zien, dat is makkelijk om... Te bekijken. Maar een boek is soms ook al makkelijk. Op het moment mm -hmm. dat jij het vliegtuig instapt, ja, om dan weer een dvd te gaan kijken, moet je zo'n portable DVD Of Zo'n laptopje spelen. hoort niet laptop, door de motoren. Dat, ja. schiet niet op. Ja, dus uh, online kan ook. Ik zeg niet dat het gelijk uh, uitgesloten is. Uh, dat het ooit nog eens een keer gaat gebeuren. Dat het, het een en ander op DVD wordt uitgeven of het een en ander online. Tegenwoordig zie je heel veel dingen. Bijvoorbeeld. Uh, de Crazy University is heel erg, uh, heel erg populair. Doet hartstikke goed. Super goede ja. business case. Ja. Wat ook bekriti bekritiseerd door de rest van de... Is iedereen die zijn blauwe band Braziliaans YouTube wil halen. Binnen twee maanden online. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja. Kijk, dat is natuurlijk ook. Ik, uh, ik zie ook het boek als een soort van ondersteuning. Het is een beetje een... Uh, en het is een, uh, iets waar je, waar, je wat aan, uh, waar je wat aan hebt, waar je wat uit kan leren. Maar daarnaast is het altijd belangrijk dat je uur op de mat maakt, ja. dat je met de goede begeleiding aan het trainen ja. bent. Maar uh, daarnaast heb ik wel altijd het idee gehad van, oké, okay, ik ben iemand, een, ik ben een gever, want daarom ben ik leraar geworden. Mm. En ik wil mijn kennis delen met, met mijn leerlingen en met de mensen om mij heen. En door middel van dit boek kan ik het nog eens een keertje wat breder ja. uh, verspreiden. En Samen met uh, Edgar Kruining, uh, die ook... Die heeft volgens mij de meeste dangraden ter wereld. In allerlei verschillende traditionele uh, budo-sporten. Ja. En hij, hij heeft dezelfde filosofie. Ja. En wij met z'n twee hebben toen het plan opgevat om een boek te schrijven. En uh, nou, van het een kwam het andere En nu ligt er gewoon een, een, een boek van meer dan 200 pagina's. Uh, dik, en uh, 700 goed foto's. Ja. Ja. En, en, goed en, en, en dat is hartstikke, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Nog één dingetje over boeken trouwens tegenover tegen digitale media. Ik las uh, recentelijk ergens een artikel... Uh, waarbij ze mensen uh, onder hersenskennis hadden gelegd. Sluit wel een beetje aan met het neuropsychologische waar je het straks over had. Ja. Um, en dan kunnen ze dus kijken welke hersenregio's aangaan. op het moment dat je bijvoorbeeld aan het lezen bent met een informatie aan het verwerken. Ja. En er schijnt ook gewoon echt een verschil te zijn in de informatieretentie. en in de wijze waarop je informatie oppakt. als je het leest versus het van een computerscherm afhalen. Ja. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn om boeken een voorkeur te geven boven gewoon digitale media. omdat ja. je houdt het gewoon beter vast op ja. deze manier. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat, uh, waar kunnen mensen je vinden online? Op social media? Heb je bepaalde adressen waar ze je kunnen volgen? Doen? Ik, ik ben uh, te vinden op uh, Twitter, Facebook en Instagram. Uh, Martijn de Jong. Uh, leuk, op, op Facebook heb ik een pagina. Daar, uh, dat is misschien even iets meer zoeken. Dus ik sta er niet als profiel. En, en vaak vinden mensen er zijn het soms, meer Martijn de Jongs in de wereld. Er zijn meer Martijn ja. de Jongs. Als, 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 als pagina kun je me daar vinden. En, uh, het boek is uh, te kopen op lulu.com. Dat is l-u-l-u.com. En daar kan je hem gewoon bestellen. Top, wereldwijd. Top. Michel, waar ben jij te vinden? Uh, ik ben te vinden onder andere op blog.nutrofit.nl. Eh, waar we de uh, artikelen af en toe neerzetten. Nou ja, op eindbasis.nl En uh, ja, kijk ook zeker eventjes de, de Facebookpagina van Eindbazen. Want uh, daar gaan we in ieder geval alles op releasen. En er uh, komen we nog wel mooie dingen voorbij, denk ik. Ja, en daar staan ook onze Twitter- en Facebook-accounts. Mocht je ons willen toevoegen. Absoluut. Voel je welkom. Join the community. Zullen we zeggen. Wees geen vreemde. <laughs> Oké, okay. hey, meteen nogmaals. Super bedankt. Ja. En uh, we gaan tot een einde komen. Dankjewel. Ja, ja bedankt voor het luisteren, bedankt. allemaal. Tot de volgende keer. Volgende week hebben we Karen Tosmanjof. Ik hoop dat ik het goed heb uitsproken. Tosmanjan. Ja, sorry, Karen. Maar uh, die gaan we volgende week interviewen. En uh, Thanks for listening. Tot de volgende keer. Tot Ciao.